Goedenavond allemaal. Dat is een beetje rustig. Ja, dankjewel. Goedenavond. Oké, dankjewel. Eigenlijk is een microfoon niet nodig gezien de grootte van de groep, maar de avond wordt gelivestreamd. Dus vandaar dat we allemaal gevraagd zijn om toch de microfoon te gebruiken. Mijn naam is Dion. Ik ben medeoprichter van Easy Solutions en Control All Delete. Heb ontzettend veel affiniteit met het onderwerp. En voordat ik helemaal de avond ga introduceren, ben ik eigenlijk ook wel benieuwd met welke beweegreden jullie hier naartoe zijn gekomen. Ik zie een aantal bekenden. Die ga ik gewoon als eerste aanspreken om een beetje het ijs te breken. Meneer Helberg, waarom bent u vanavond aanwezig? Omdat een familielid van mij heel veel hier vanaf weet. En ik haar eigenlijk niet zo vaak zie. Dus ik denk, laat me hier komen, dan hoor ik tenminste wat ze allemaal weet. Oké. Okay. Alana Helberg. Is ze in de zaal? Oh. Nou, dan ga ik gewoon even naar haar toe, om dan toch ook een beetje mijn beweging te krijgen. Dag mevrouw Helberg. Hallo. Waarom ik hier ben? Ik ben hier vooral om meer te horen van de verschillende sprekers, maar ook omdat ik in het Race Face ID project werk van Amaat. Dus vandaar. Ja. En iemand anders, wat verwachten jullie van vandaag? Voordat ik gewoon een introductie ga geven over wat wij jullie ervoor te bieden hebben, denk ik. Ik haal ook eventjes voor de zekerheid op van wat jullie hier verwachten, zodat ik snel de sprekers kan instrueren van, nou, jullie moeten je verhaal helemaal aan gaan passen. Of niet? Studenten op de achterste rij misschien? Dames op de achterste rij? Iemand? Wat verwacht je? Waarom ben je hier? Waarom ben ik hier? Ja. Van alle mensen die ik eruit haal. Oké. Maar dat is sowieso. Nee, maar dat is heel belangrijk. Family support. Super belangrijk. Oké. En je hebt een heel goed programma uitgekozen, want vanavond is heel interessant. Oké. Ik wil nog van één iemand weten. Natuurlijk. Ik kom naar je toe. Nou, ik volg het project al. En ik heb verschillende andere bijeenkomsten gevolgd waar ook dit thema is behandeld. Dus ik was echt benieuwd om te kijken hoe ver ze zijn nu. Nou, daar gaan we denk ik sowieso aan voldoen. Want we gaan heel veel informatie delen over dit onderwerp. Ik moet dat ook even goed introduceren. Dit programma is een samenwerking met de seminarserie Irrelevance of Race in Science and Society. Dat is waar ik mijn kaartje voor heb, zodat ik het goed uitspreek. En de serie is een initiatief van het Amsterdam Institute for Social Science Research en de Universiteit van Amsterdam. Het is alweer 25 jaar geleden dat de eerste DNA-wetgeving ingevoerd werd. 25 jaar geleden. Wisten jullie dat? Nee? Kijk, we hebben in ieder geval één resultaat geboekt en dat is nieuwe informatie verstrekken. Dat is goed, hè? Oké. Even goed kijken hoor. De wetgeving van 2003 maakt het mogelijk om het ras van onbekende verdachten te bepalen. En dat is heel erg interessant, vooral omdat we de rol vandaag de dag van ras gaan bespreken in de opsporingspraktijken. Nou, we hebben een heel mooi programma. We hebben drie korte presentaties die eigenlijk een beetje de kaders bepalen over het onderwerp van DNA, van ras in DNA en de wijze waarop het gebruikt wordt in de opsporingspraktijken. Na elke presentatie bieden we de gelegenheid om één vraag te stellen. Een soort van brandende vraag om verder te kunnen. We adviseren jullie allemaal om vooral de pen en papier bij de hand te houden. Misschien de smarttelefoon om notities te maken. Want ik weet zeker dat er zoveel informatie verstrekt gaat worden dat je denkt van woe, daar wil ik meer over weten. Die ruimte wordt zeer zeker geboden. Daarvoor staat er een prachtig bankstel. De sprekers die gaan na afloop van hun presentatie gaan ze op het bankstel plaatsnemen en dan worden jullie de gelegenheid gegeven om zoveel mogelijk vragen te stellen die jullie hebben. Is dat duidelijk? Ja? Oké. Het is even wennen, zo'n intieme setting en heel rustig. Ik heb een beetje ADHD, dus vandaar dat ik eventjes moet wennen, maar dat komt goed. Wat wil ik nog aan jullie vertellen? Nee, dit is wel goed, denk ik. Zullen we de eerste spreker introduceren? Ja? Natuurlijk niemand minder dan de hoogleraar van antropologie, Amaat Mesharik. Kom verder. Dankjewel Dion voor het openen van die avond. Ik moet in de microfoon spreken voor de mensen thuis.
Even kijken hoor. Dus als ik op groen druk, dan gaat hij verder. Maar nog niet. Ik begin alvast een beetje te praten. Zoals gezegd, het is een bijzondere editie, zou je kunnen zeggen, van onze seminar, The Irrelevance of Race, die we aan de Universiteit van Amsterdam hebben. Het seminar bestaat al sinds 2010, januari 2010, waar we dat thema ras aan de orde willen stellen en vanuit verschillende perspectieven, van verschillende disciplines steeds weer willen bespreken. En ik vond het echt super dat we hier in Pakhuis de Zwijger mochten zijn. Deze editie hier naartoe mochten brengen. Ook in samenwerking met Pakhuis de Zwijger. En toen we de eerste gesprekken voerden, dachten we, nou, in die seminars praten we van alles en nog wat. Maar eigenlijk nauwelijks over het forensisch DNA-bewijs. Eigenlijk het thema waar we bijna elke dag mee bezig zijn als team. Hè, de Race Face ID team. Dat komt nauwelijks aan de orde in de serie. Dus hebben we dat aangegrepen om het hier te bespreken. Vanuit verschillende perspectieven weer. Dus vanuit de wetenschap, de praktijk. Bas Boeing zeg maar met zijn ervaring binnen de politie. Vanuit NGO's, Amnesty International. Vanuit zowel de genetische praktijk als ook zeg, de reflectieve, antropologische kijk op de zaak. Dus het wordt een heel breed palet aan wat er aan de hand is. Daar en te boven een reden te meer om eigenlijk vanavond hier over forensisch DNA te spreken, zeker in de Nederlandse context, is omdat we het er nooit over hebben. Het is iets wat iedereen wil, het wordt dagelijks gebruikt en heel veel gebruikt door politie en justitie. Het is een thema, ik zal zo direct aangeven, waarin we uniek zijn. Nou, is hij alweer uit? Kan het zijn dat hij een... Je moet gewoon dichtbij blijven. Ja, ik kan hem ook doorklikken voor je. Ja? Oké, prima. Ik probeer aan een seintje te geven. En er is een hoop. Concreet is er een hoop om te doen en tegelijkertijd hebben we het er niet over. En dat ga ik aannemelijk proberen te maken. Het is geen doorwrochte verhaal, want ik heb niet zo heel veel tijd. Dus ik ga een paar dingen aanstippen en ik probeer ook een historisch kader te geven van waarom we al 25 jaar, of wat er in die 25 jaar is gebeurd met het forensisch DNA in Nederland. Ik ga maar naar de volgende slide. Want hier bijvoorbeeld zien we al, daar staat Nederland is heel bijzonder. We zijn het eerste land in de wereld dat überhaupt een wetgeving had geïntroduceerd om het DNA-bewijs te mogen gebruiken. En waarom dat zo is? Omdat we toen de tijd in 1994, eigenlijk daarvoor 1989, we vonden dat zo'n ingrijpend middel, want je moet dus eigenlijk prikken in het lichaam van een onschuldige verdachte, totdat het tegendeel bewezen is, in het lichaam van die persoon. Dat betekent dat je de lichamelijke integriteit zodanig aantast en daar vervolgens ook nog allerlei informatie uithaalt, genetische informatie die hoogst persoonlijk is, voor een strafzaak waarbij er misschien van alles wordt gemobiliseerd tegen de verdachte. Vandaar dat we het heel belangrijk vonden om dat eerst wettelijk te regelen voordat de politie en justitie iemand mag dwingen om mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Dat was in 1994. Dat was dus ook een hele restrictieve wetgeving. Daar moest van alles bij komen kijken voordat je dat zware middel mocht inzetten. Maar vervolgens gingen we vooral verruimen. In 1997, 2001 werd het mogelijk om een DNA-databank aan te leggen. Om dus biologische sporen die je op plaats delict vindt, om die te mogen vergelijken met profielen die je in de DNA-databank had opgeslagen. Het betekent ook dat je mag rechercheren, gebruikmakend van de DNA-databank. Je hebt een biologisch spoor gevonden, misschien bij een autokraak. Kun je dan in de DNA-databank kijken of je daar een verdachte aan zou kunnen koppelen. Nou, in 2003 hebben we een wetgeving geïntroduceerd, en daar zal het vanavond veel over gaan, die nog veel verder reikt, waarbij heel veel landen om ons heen echt gingen fronsen van, zijn ze helemaal gek aan het worden daar in Nederland? Dat is de wetgeving Wet Uiterlijk Waarneembare Kenmerken. Kom verder. waarbij het idee is om
Je vindt een biologisch spoor, daar kan je natuurlijk genetische informatie uithalen. Kun je op basis van die genetische profielen iets zeggen over het uiterlijk van de verdachte? Nou, ik zal zo direct laten zien waarom die wetgeving nog extra controversieel was. In 2005 werd bij reeds veroordeelden. Veel veroordeelden, die werden weliswaar veroordeeld, maar die hebben niet DNA afgestaan. Het kan best zijn dat ze nog meer op hun kerfstok hebben. Dus die wet veroordeelden was heel erg belangrijk, ook om onze DNA-databanken te vullen. En in 2012 een wet die tot een doorbraak in de bekende Marianne Vaatstra-zaak leidde, de wet verwantschapsonderzoek. Waarbij je dus via familieleden bij de echte verdachte wil komen. Je kunt je voorstellen dat met deze ontwikkelingen tussen 1994 en 2012... dat daar ook heel veel is gebeurd aan de technologiekant. Dus niet alleen maar aan de wetgevingskant, maar ook aan de technologiekant. Het feit dat we daar allerlei verruimende wetgevingen hebben geïntroduceerd, heeft ook te maken met het feit dat we steeds meer konden met het DNA. Dus in het begin had je bloed nodig om een DNA-profiel te maken. Tegenwoordig doen we dat met gewoon een wattenstaafje en een beetje wangslijmvlies. Dus we kunnen met steeds minder materiaal kunnen we steeds meer zeggen. Maar ook onze DNA-databanken maken heel veel mogelijk. Die zijn zo groot geworden, niet te vergelijken met de beginperiode. De mogelijkheden, de manier waarop we DNA kunnen typeren en kunnen vergelijken, maakt het ook mogelijk om bijvoorbeeld dat verwantschapsonderzoek te doen. Zo direct gaat Peter de Knijf, hoofd van het DNA-lab in Leiden, spreken. En die zal veel meer ingaan op die details. Ik wilde ze hier even kort aanstippen, omdat ze ook belangrijk zijn voor het vervolgverhaal. Nou, voor alle zekerheid, iedereen weet wat een DNA-profiel is. Dat je vindt biologische sporen bij een plaatsdelict. En je hebt een verdachte. Je vergelijkt het DNA van de verdachte met het DNA van die biologische sporen. Je vergelijkt niet het hele DNA, je neemt een klein fractie van het DNA. Vandaar dat we spreken van een DNA-profiel. Dus je weet niet alles over die verdachte op basis van zo'n vergelijking. In die 1994-situatie had je dus een verdachte en biologische sporen. Het ging dus om insluiting of uitsluiting van een verdachte. Met alle andere wetgevingen die daarna komen, gaat het om het genereren van een verdachte. Mag ik de volgende slide? Want dan, en daarmee verandert het DNA-bewijs of de DNA-onderzoek van slechts een identificatiemiddel, waarbij je dus de verdachte in of uit wil sluiten, is het hem of is het hem niet, tot een opsporingsmiddel, waarbij je wil weten wie is het. We weten niet wie het is, er zijn geen getuigenverklaringen, er is niet voldoende bewijs om iemand anders aan te houden. En dat is een hele andere startpositie. Nou, 2003 zei ik, om ons heen werd er tamelijk veel gefronst en gedacht zijn ze helemaal gek aan het worden in Nederland. Toen introduceerden we namelijk deze wetgeving. Dat was naar aanleiding ook van de Marianne Vaatstra-zaak. Heel vroeg in het opsporingswerk. Zij kwam te overlijden in 1999. In het jaar 2000, toen heeft Peter, die hier zit, Peter de Knijf, een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid gedaan, omdat de verdachtmaking vooral ging richting de asielzoekers. Dit is een zaak die gebeurde op het platteland in Friesland, vlakbij Kollum. En de verdachtmaking ging richting asielzoekers, bewoners van asielzoekerscentrum. En toen heeft Peter besloten om te kijken of hij iets kon zeggen over waar die onbekende verdachte, waar die zo'n geografische roots heeft, als het ware. En daarmee kon hij uitsluiten dat het waarschijnlijk de bewoners van het asielzoekerscentrum waren. En dat het veel aannemelijker zou zijn dat de verdachte zijn roots in Noordwest-Europa zou hebben of in Nederland. Dat leidde tot deze wetgeving van, nou, misschien kunnen we het nu wettelijk regelen, want dat kon natuurlijk niet als bewijsmiddel gebruikt worden in de rest van het proces, want het was wettelijk verboden. Het leidde tot deze wetgeving, DNA-onderzoek mag gebruikt worden om bij het vaststellen van het geslacht, het ras, jawel, en andere algemeen maatregelen van bestuur aangewezen uiterlijk waarneembare kenmerken. Dus dat betekent twee dingen, dat we nu ras in onze wetgeving hebben, in het wetboek voor strafrecht, ik heb het niet over artikel 1.
En dat deze wetgeving ingevoerd werd, toen dat we eigenlijk verder nog helemaal geen technologie voorhanden waren. Dus dat betekent dat het typisch een wetgeving is die voor de, dus niet achter de feiten aanliep, maar eigenlijk voorop liep. Nou, die vraag, wat is nou ras? Ik vond het heel bevreemdend, want ik werkte toen al bij Peter in het lab. Ik deed daar als antropoloog ook genetisch onderzoek, dus ik wist wat een en ander ervan. De discussie was vrij breed uitgemeten, met name in de Verenigde Staten, over het wel of niet bestaan van ras. En de genetica liet ons eigenlijk op dagelijkse basis zien dat ras niet bestond. Maar ondertussen hadden wij een wetgeving waarin ras een prominente rol ging spelen. Een soort van biologisering van verschillen kwam er in onze wetgeving te staan. Nou, de minister had toen deze overwegingen om het toch te introduceren in onze wetgeving. Hij zegt daar, dat is minister Korthals-Altes in 2002, toen hij door de Tweede Kamer de vraag kreeg van, maar wat is ras, geachte minister? De Nederlandse wet en regelgeving kent geen definitie van het begrip ras. We gebruiken het voornamelijk om vast te stellen in welke gevallen burgers moeten worden beschermd tegen discriminatie. Dus daar is die artikel 1. Het begrip is ruim uitgelegd, gaat huidskleur, afkomst, nationale en etnische afstamming, ook religie. Ik heb het hier een beetje verkort. Nou, het doel van onderhavige regeling, namelijk het kunnen achterhalen van de identiteit van de mogelijke verdachte van een ernstig misdrijf, rechtvaardigt in dit geval de ruime uitleg. Dus hij wil niet met de genetici, hij was daarmee in gesprek. Maar geachte minister, we kennen het begrip ras, we doen niet aan ras, we doen populatie. Daar wilde hij niet in meegaan. Hij wilde het begrip ras introduceren, want het ging om zwaarwegende en ernstige misdrijven. En daarom is het ruime begrip ras dus goed, volgens de minister. En zo kwam het in onze wetgeving terecht. Verder geen discussie over in media of in de Tweede Kamer. Niet zo ver daarvoor, in juni 2000, dus zeg 2 jaar eerder, was dit een heel belangrijk moment globaal gezien. Wat hier gebeurde, en we zitten hier in het Witte Huis, is dat er een wetenschappelijk feit wereldkundig werd gemaakt. Niet zozeer via een wetenschappelijke publicatie in gerenommeerde bladen, maar zoals ik zeg, in het Witte Huis. Daar werd namelijk gevierd dat de eerste, eigenlijk de ruwe versie van de genetische kaart van de mens, dat die klaar was. De ruwe versie. En het heugelijk feit is dat de kaart onderschreef dat wij op genetisch niveau allemaal gelijk zijn. Bill Clinton zegt daar ook, I believe that one of the greatest truths emerged from this triumphant expedition, that in genetic terms all human beings, regardless of race, dus de Amerikaanse sociaal begrip race, are more than 99.9% the same. Een mooi moment dat daar gevierd werd. En natuurlijk, het inkt was nog niet droog, of het was juist die 0,1% die van belang was in het wetenschappelijk onderzoek. En daar gaat natuurlijk ook vandaag de dag alle aandacht en energie naartoe. En dat leidt natuurlijk wel tot een probleem. Dus ook al zeggen we ras bestaat niet. En als we zoveel investeren in wetenschappelijk onderzoek en eigenlijk allerlei problemen, medische problemen, gedragsproblemen, biologiseren, leidt dat tot een soort van herintroductie van het begrip ras. We dachten dat we het gedaan hadden met ras. Het was de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust en alles wat daarvoor is geweest. Het koloniale verleden, slavernij. Sinds 1951 hadden we een heel belangwekkend document. Een belangwekkend document. Het UNESCO statement. UNESCO Statement on Race. Dat is een document dat voort is gekomen, je zou kunnen zeggen uit onderzoek van allerlei wetenschappers die de vraag hebben gekregen, nou, bestaat er nou zoiets als ras? We hebben nu meer dan 100 jaar wetenschappelijk onderzoek verricht op zoek naar raciale types. Is er nou eigenlijk enige evidentie daarvoor? En ze kwamen tot de conclusie, daar is geen wetenschappelijke evidentie voor. In het wetenschappelijk onderzoek raden we aan om het begrip populatie te gebruiken. Dat sluit aan ook bij de statistische methode waarop zeg maar verschillen gekend kunnen worden. Dat is altijd gradueel. Er is nooit ergens een radicale grens te trekken tussen groepen. En in het zeg maar sociale verkeer om het begrip etniciteit te gebruiken. Nou, de minister breekt dus met daarmee in 2002. Hè. Die zegt dus van, ik laat populatie vallen, we gaan voor ras. Dus hij maakt echt een loop terug in de tijd. En je ziet dat ras
dit is ook onder hele gerespecteerde genetici steeds vaker naar voren komt. Ik ga even terug. Bijvoorbeeld Francis Collins, die aan de rechterkant van Clinton staat. Hij is de directeur van het Human Genome Project, dat dit heeft geïnitieerd. In 2004 was hij ook aan het vertellen dat ras toch echt een belangrijke rol speelt in het genetisch onderzoek. En hij staat er niet alleen voor. En hier hebben we natuurlijk typisch allerlei groeperingen die raciale identiteiten omarmen. Om anderen uit te sluiten, maar het is ook root-seeking op basis van de genen, zou je kunnen zeggen dat we daar ook kritisch naar moeten kijken van wanneer is het een individueel wens, wanneer creëert het toch een soort van groepsidentiteit dat gebiologiseerd wordt. Nou, wat is er mogelijk als het gaat over uiterlijk waarneembare kenmerken? Ik heb een hele volle slide hier, maar dat is om mezelf aan te sporen om het snel te doen. Kijk. Beter gaat er zo direct veel meer over vertellen. Eerst eventjes aan de rechterkant, we lezen op zijn Arabisch, zeg maar. Naast seksenverschillen, dus je kunt iets zeggen over de seksen van een onbekende verdachte. Je kunt zeggen waar die zijn profiel, waar het geografisch het meest voorkomt en waar die misschien een roots heeft. Dan is het mogelijk in Nederland om iets te zeggen over oogkleur, huidskleur en haarkleur van de onbekende verdachte. Neus, ja, dat is heel erg interessant voor heel veel mensen, maar daar is eigenlijk heel weinig kennis over. Nou, dat leidde eigenlijk bij mij van, we kunnen nog heel weinig, maar misschien ben ik te kritisch. Als sociale wetenschapper heb ik natuurlijk altijd de kritische pet op, maar misschien komt dat wel over 10 jaar of over 20 jaar. Totdat ik nou deze slide, deze quote tegenkwam. Even kijken of mijn ogen het willen doen op de afstand. En dat is een quote van iemand, van een forensisch expert. En die zegt dus hier van, does the drawing need to look exactly like the perpetrator to be effective? No, it does not. In contrast to the commonly held belief that highly detailed or photographic images are more effective, they actually narrow the scope of interpretation on the part of the viewer. Nou, dit betekent, ik ga nu heel snel, dat de oncompleetheid van dat gezicht, van dat genetisch gezicht, zal ik maar zeggen, dat is niet zozeer een gebrek, hè? Dat is niet iets om het door te disqualificeren. Het is eigenlijk een zegen voor het opsporingsonderzoek. Want wat het moet doen, is eigenlijk ons als publiek aantrekken om als het ware ook politieagent te spelen. En zeggen van, nou ja, dat zou wel eens die ene persoon kunnen zijn die ik net voorbij heb zien lopen. Of dat lijkt toch verdomd veel op een Surinamer of een Marokkaan. Nou, die incompleetheid, zeg maar, dat is echt om ons geïnteresseerd te maken daar in die technologie. Maar het probleem is dat deze technologie, of het is het probleem, nee, het is bedoeld. Het is niet zozeer bedoeld om de individuele verdachten aan te leveren, maar om individuele verdachte populaties te suggereren. Zodat de politie, zeg maar, van die, hoeveel zijn we eigenlijk tegenwoordig? 17 miljoen? 17 miljoen burgers, om dat te beperken tot een rechercheerbare groep van verdachten. Nou, waarom we ons druk moeten maken over ras in relatie tot deze technologieën. En dat is omdat deze technieken werken het beste wanneer ze wijzen in de richting van een etnische minderheid. We hebben het bij de Marianne Vaatstraat, de zaak die, waar Peter aan heeft gewerkt. Toen heeft de technologie gezegd, nou, verdachte is waarschijnlijk een Noordwest-Europese afkomst. Nou, dat helpt dan niet zoveel in zo'n onderzoek, want er zijn gewoon te veel mogelijke verdachten. Maar wanneer het de groep kleiner kan maken, zoals het later heeft gedaan in Milika van Doornzaak, recentelijk opgelost. Toen wees het in een specifieke stad, in een specifieke buurt van de stad, richting een Turkse populatie. Nou, daar heeft het wel bij kunnen dragen, of sneller bij kunnen dragen aan het oplossen van de zaak. Waar ik nog eventjes op wil wijzen, want als het inderdaad beter werkt in etnische minderheden, waar dan ook, ik bedoel, Nederlanders elders ook in de wereld een etnische minderheid, zal ik maar zeggen. Dus als het gaat, die combinatie van gerichtheid op etnische minderheid, criminaliteit, DNA en dan zeg maar de soort van raciale objectivering van die technieken, leidt natuurlijk tot een explosieve combinatie. Uh,
Ik stop gewoon eventjes hier, want ik heb gewoon te veel te zeggen. Misschien komt het later in de discussie, dan stop ik hier. Dank jullie wel. Dank je wel. Blijf nog heel eventjes staan, want ik had beloofd dat er één brandende vraag gesteld zou mogen worden. Ja, meneer? Vraag om maar. U maakte de opmerking bij een van uw slides over Marokkaan in Suriname. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is voor de mensen die het hier niet weten. Surinamers kunnen zijn Hindoestanen, Javanen. Ja, het was ook een hele domme Creolen. Geldt voor Marokkanen ook. Geldt voor Marokkanen ook. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om, ja, zeker als het hier om gaat. Zeker. Om even goed te duiden wat u bedoelt. U bedoelt denk ik een negroïde persoon, zoals ik bijvoorbeeld. Het zou kunnen. Ik heb echt geen moment over nagedacht. Nee, alleen maar eventjes dat is wel, denk ik, in dit context belangrijk. Ja. Met goed, ja, nee, heel met je eens. Okay. Daar, misschien kan ik ook meteen de gelegenheid aanpakken om te zeggen over die Milika van Doornzaak. Want dat noemde ik even ook tussen neus en lippen door. Dat die eigenlijk heel erg goed is aangepakt door de onderzoekende politie. Die waren namelijk ook niet zo dat zij alle Turken over één kam scheerden in die kleine buurt, hè, waarin ze gezocht hebben. Maar heel erg bewust zijn van dat er verschillende religies zijn, verschillende politieke stromingen. Dus die hebben dat is echt voorbeeldig gedaan. Dus ook wanneer het gaat over Turks, die misschien niet misschien dezelfde huidskleuren of whatever. Ook daar kunnen heel veel verschillen tussen onder leven. Okay. Dankjewel, Amate. Graag gedaan. En dank u ook voor de opmerking. Want ik denk dat het heel belangrijk is, zeker op avonden zoals deze, om ook goed na te denken over welke taal we met elkaar bezigen. Om niet nog meer stereotype denken te bevorderen. En om daar snel door te gaan. Peter de Knijft, wil ik graag u naar voren roepen. Hoofd forensisch laboratorium DNA-onderzoek. En u gaat vooral nog meer diepgang geven aan de presentatie van Amate, want er is heel vaak naar u verwezen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat u kon brengen. Dank u wel. Bedankt. Bedankt voor de inleiding en bedankt voor de vriendelijke woorden, Amate. Ik zal denk ik de boel oppakken waar Amate het gelaten heeft. En ik probeer vooral invulling te geven aan de genetische component van deze avond. Ik ben dus 25 jaar hoofd van dit laboratorium. Mijn laboratorium ontleed zijn bestaansrecht aan de DNA-wetgeving. Zonder die wetgeving had ik hier vandaag niet gestaan met deze pet op. Dus wat mij betreft was het een gunstige beslissing. En ik heb inderdaad die 25 jaar voortdurend vooropgelopen met mijn lab aan de ontwikkeling van allerlei nieuwe technieken. Maar vooral nog veel belangrijker aan het zorgvuldig implementeren van die technieken in de DNA-wetgeving en in het forensisch opsporingsonderzoek in Nederland. Want misbruik van technieken is mogelijk, maar je kunt ze ook op een hele slimme manier goed gebruiken. En het thema van mijn verhaal is eigenlijk hoe wij gezicht kunnen geven aan een onbekende verdachte. Dat is het centrale thema. En hoe wij dat doen of hoe wij dat proberen te doen. En deze dia zien jullie later terug en dan zal ik uitleggen wat jullie hier zien. Maar voordat ik aan de inhoud toekom, wil ik jullie toch eerst proberen duidelijk te maken dat alles wat wij genetisch in een persoon kunnen meten en kunnen tegenkomen, is het resultaat van de familie van die persoon. En alhoewel het begrip familie niet te definiëren is op een exacte manier, is het wel van belang om je te realiseren dat als jij in deze stamboom hier onderaan staat, dan heb jij je DNA van 2 ouders, van 4 grootouders, van 8 overgrootouders. Ga je 9 generaties terug, dan heb je in jouw stamboom al 512 genetische voorouders. Die moeten er zijn geweest. Een generatie duurt gemiddeld 25 jaar. Trek je dat rekensommetje 10 generaties terug, dan heb je al 1000 stamboomvoorouders. 20 generaties, ongeveer 500 jaar geleden, vlak voor de bloei van Nederland, hebben wij allemaal 1 miljoen stamboomvoorouders. En dan snap je dat het onmogelijk is dat wij allemaal een unieke set van 1 miljoen voorouders hebben. Dus hoe je het of went of keert, als je naar links of naar rechts kijkt, dan zit daar iemand waar jij DNA mee deelt. Lang geleden of recent en soms meerdere keren. Dus vanuit een puur genetische discussie zijn wij familie van elkaar in meer of mindere mate.
En dat zorgt er ook voor dat je af en toe relativerend naar de resultaten en naar de interpretatie van genetische resultaten moet kijken. Dus voor het merendeel van het genoom zijn wij allemaal aan elkaar verwant. Wij zijn ook verwant aan het Koninklijk Huis. We zijn verwant aan beroemde misdadigers. Zullen ongetwijfeld DNA met Hitler delen als je ver genoeg teruggaat. Of je dat nou leuk vindt of niet, het is onvermijdelijk. Er zijn alleen twee uitzonderingen. Dat is het DNA-kenmerk op het menselijk Y-chromosoom. Dus dat is wat mannen van vrouwen onderscheidt. Mannen hebben één Y-chromosoom en één X-chromosoom. Vrouwen hebben twee X-chromosomen. En dat Y-chromosoom wordt van vader op zoon bijna zonder enige verandering doorgegeven. En dat betekent dat je in iedere generatie voor je, heb jij het Y-chromosoom van man één van die mannen. Dus ga ik 9 generaties terug, dan heb je 512 stamboomvoorouders. De helft daarvan zijn mannen. Maar van één van die mannen hebben de mannen het Y-chromosoom gekregen. Dus dat maakt het Y-chromosoom voor het traceren van je genetische roots van je voorvader een heel krachtig hulpmiddel. En dat is ook de reden waarom het Y-chromosoom en de vrouwelijke tegenhanger, het mitochondriale genoom, ideale stukjes DNA om naar je voorvader en naar je voormoeder te zoeken. Mitochondriaal DNA wordt van vrouwen via de eicel doorgegeven aan hun dochters en zonen. Maar alleen de dochters kunnen het weer naar de volgende generatie doorgeven. Dus deze vrouw geeft haar mitochondriaal DNA aan haar dochter, aan haar kleindochter en uiteindelijk aan een van ons. En als een man kan het mitochondriaal DNA, de gekleurde cirkeltjes, niet doorgeven naar de volgende generatie. Dus op die manier moet je onderscheid maken tussen wat je in de bulk van het genoom deelt, per definitie, en wat je via het Y-chromosoom en het mtDNA kunt traceren. Nou, en dat gebruiken wij dus om op 3 verschillende manieren proberen gezicht te geven aan een onbekende verdachte. En in heel veel zaken hebben wij een onbekende verdachte. We hebben schitterende DNA-profielen. We hebben geen idee wie het is, waar die vandaan komt, hoe die eruit ziet. En het is al heel lang de wens geweest om daar invulling aan te kunnen geven op een wetenschappelijk verantwoorde manier. En ik heb er met mijn lab vrij veel aandacht aan besteed. Collega's van mij in het buitenland precies hetzelfde. Wij doen niet overlappend werk, proberen taakafspraken te maken om de weinige beschikbare middelen nuttig te gebruiken. Ik wil beginnen met reconstructie van geografische herkomst. Ik gebruik het woord ras daar niet bij, omdat ik vanaf het prille begin van mijn carrière ervan overtuigd ben dat er biologisch niet zoiets als een ras bestaat. Ja, wel als je het over een dwergpinscher, een middenslagpinscher of een dobermanpinscher hebt, maar niet als je het over iemand uit Centraal Kenia of Zuid-Afrika of het centrale hart van Australië heeft. En ik zal laten zien waarom je dus daar de definitie ras niet voor kunt gebruiken. En ik beperk me in eerste instantie tot het mannelijk Y-chromosoom, wat dus alleen maar van vader op zoon wordt doorgegeven. En wij gebruiken daar 2 verschillende DNA-kenmerken voor. En daar gebruiken we vaktaal voor. We onderscheiden STR's en we onderscheiden SNPs. En dat zijn niet die vogels die je neer kunt schieten en op kunt eten. Maar het is een single nucleotide polymorphism. Dus het is een verandering in het genoom op 1 plek. En STR's, dat zijn stukjes DNA die met een specifieke volgorde als blokje achter elkaar worden herhaald. We kunnen beide soorten genetische variatie kunnen we snel en bijna volledig automatisch in kaart brengen. In grote aantallen en ook in grote aantallen personen in een beperkt aantal experimenten. En het basisprincipe om dan die genetische informatie uiteindelijk als een soort van tom-tom te gebruiken, van waar kom je vandaan, maakt gebruik van de aanname dat DNA heel langzaam, maar zeker van generatie op generatie verandert. En als ik het complete genoom van een kind zou vergelijken met beide biologische ouders, dan zou ik ongeveer 10 tot 50 verschillen in de 3 miljard posities vinden tussen het kind en de moeder van het kind en tussen het kind en de vader van het kind. Dus iedere generatie sluipen er gewoon veranderingen. En die veranderingen zorgen ervoor dat als je zo'n plaatje zoals ik hier laat zien, vroeger waren er 3 DNA-bouwstenen, een A, een G en een T. En als je dan maar lang genoeg wacht, dan ontstaat er door een mutatie een nieuwe variant. En door weer een mutatie ontstaat er weer een nieuwe variant. En hier ontstaat ook een nieuwe variant. Dus uit 1 type ontstaan nieuwe types. En wij
weten globaal hoe snel die mutaties plaatsvinden. Dus we kunnen ook ongeveer uitrekenen hoe die verschillende DNA-varianten, hoe lang geleden die uit elkaar ontstaan zijn. Dus je kunt dan je genen als een soort tom-tom gebruiken als je in staat bent om bij een groot aantal mensen verspreid over de hele wereld die genetische variatie in beeld te brengen, de verschillende types in beeld te brengen, een stamboom van die verschillende varianten te maken, de verschillen te dateren. En dan kun je dus richting geven en een datum geven aan het migratieproces. Dus als het oranje type het oudste type is geweest, dan zie je hier de groene variant ontstaan. Je ziet hier de roze variant ontstaan en die trekt Amerika in. En hier in het zuiden van Afrika ontstaat ook nog een blauwe variant. En aan die drie processen kunnen we een bepaald tijdstip plakken, een grove schatting. En dan kun je dus aan die migratie een globaal een datum en een route geven. Nou, als je dat met het mannelijk Y-chromosoom doet, dan kunnen wij vrij snel iets meer dan 20 hoofdgroepen van mannelijke Y-chromosomen onderscheiden. En ieder van die hoofdgroepen die heeft een hele specifieke geografische verspreiding in de wereld. Er is bijvoorbeeld een hoofdgroep H. Die vind je bijna alleen maar bij mensen die oorspronkelijk afkomstig zijn uit India, Pakistan en voor een klein gedeelte Nepal. En dus ook inderdaad bij Surinamers, uit Hindoestaanse Surinamers. Andere types, zoals R, zijn klassiek voor Noordwest-Europa. O is klassiek voor een heel groot deel in Zuidoost-Azië. En er zijn ook Y-chromosoom varianten die heel specifiek zijn voor delen van Afrika. En zo heeft iedere Y-chromosoom hoofdvariant een specifieke verspreiding over de wereld. En als je gaat kijken naar R1b, dat is een van de meest algemene types in Europa. Bijna 80% van de Nederlandse mannen en meer dan 90% van de mannen in Engeland die behoren tot R1b. Die kun je dan nog wel iets verder opsplitsen. Maar veel verder kom je dan met deze manier van differentiëren niet. En dan maken wij gebruik van andere varianten op het Y-chromosoom om dan die hoofdgroepen weer verder op te splitsen. Dus hier zie je dan, dit lichtgroene is R1b. En die kunnen we met andere kenmerken op het Y-chromosoom weer verder opsplitsen in andere subgroepen. En op die manier kun je enige uitspraak doen over, als je het Y-chromosoomprofiel van een man hebt, waar die man globaal binnen de wereldcontext van zijn voorvader in ieder geval vandaan zou kunnen komen. Die man hoeft er niet uit te zien als zijn voorvader. Dit is een beroemd voorbeeld van een groep boeren in de buurt van Leicester in Engeland. Die hebben een klassiek Centraal-Afrikaans Y-chromosoom. Maar dat zijn gewoon klassieke Engelse boeren. En die hebben dat Y-chromosoom waarschijnlijk doordat er een Nubische militair met de Romeinen 2000 jaar geleden Engeland is binnengetrokken. En die Nubische militair die heeft daar dus zijn genetische informatie achtergelaten. En in die 30, 40 generaties is de huidskleur van die Nubische donor verdwenen in die bevolkingsgroep. Maar zijn Y-chromosoom is gefixeerd gebleven. Dat is één van de verklaringen. Echt bewijzen kunnen we dat niet. Maar het is wel de meest aannemelijke. Dus het kan misleidend zijn. Er is niet altijd een absolute koppeling tussen het Y-chromosoomtype en hoe een persoon eruit ziet. Die twijfel moet je altijd als deskundige in je achterhoofd houden. Nou, we kunnen ook met Y-chromosoomvarianten zoeken in een hele grote database, waar ik ook voor een deel verantwoordelijk voor ben. Een prototype van die database heb ik in de Marianne Vaatstra-zaak gebruikt. En dat is nu een publiek toegankelijke database waar je met specifieke kenmerken kunt zoeken. En dan krijg je kaarten met waar die Y-chromosoomvarianten gevonden zijn bij de mensen die in die database zitten. Dat is de beperking. Een gebied wat er niet in zit, kun je ook niet voorspellen. Dat klinkt logisch, maar heel veel mensen begrijpen dat niet. Dus je ziet op deze kaart, zie je blauwe stippen, daar zijn de Y-chromosomen verzameld. Dan zie je ook bijvoorbeeld dat een land als Frankrijk heeft bijna geen gegevens. Dus we hebben bijna nog steeds geen moderne Y-chromosoomgegevens uit Frankrijk. En hier zie je dus het Y-chromosoom wat aanleiding heeft gegeven voor het zoeken in een specifieke Turkse doelgroep in de Milica van Doornzaak. En hier zie je dus het Y-chromosoomtype wat wij in Marianne Vaatstra vonden. Toen wij er mee begonnen in 2000 hadden wij eigenlijk alleen maar landen in het noorden van Europa en niet in het zuiden. En je ziet dat dus dat type van Marianne Vaatstra nog steeds helemaal niet in deze regio voorkomt. En dat is de regio waar de mensen vandaan kwamen die in het Kolmse asielzoekerscentrum zaten. Dus
we zaten er inderdaad niet naast. En ook in de Milica van Doornzaak bleek dat het uiteindelijk toch een goede beslissing is geweest. En als ik dat op mijn eigen DNA toepas, want dat is wat ik eigenlijk het liefste doe, dat is het beste voorbeeld. Mijn eigen chromosoom komt hier vandaan. Nou, daar kun je wat van denken. Mijn mitochondriaal DNA komt ook hier vandaan. Dus mijn voorvader en mijn voormoeder komen uit een deel van Europa waar mensen wonen die er niet uitzien zoals ik eruit zie. Want iedereen heeft wel globaal een idee hoe iemand uit Zuidoost-Europa eruit moet zien. En dat is niet zo. Dat weet ik in ieder geval zeker. En hoe misleidend dat kan zijn, blijkt als je dus die test gaat doen in de rest van mijn genoom. Dat heb ik natuurlijk ook gedaan bij een commerciële firma. En dan heb ik ongeveer dit gebied. Dus ik ben een voorbeeld van iemand waar er een discrepantie is tussen het genoom en ei- en mt-DNA. En dat laat zien dat je, als je een perfecte voorspelling wil doen, moet je liefst alle drie doen. Dat kan niet altijd. Dan moet je met een minder perfecte voorspelling moet je wel het team begeleiden en duiden wat ze er wel mee kunnen, wat ze er niet mee kunnen. Maar goed, dat is nou eenmaal zo. En ga je kijken wat je nou precies met die kenmerken kan op wereldschaal. Dan heb ik hier een heel mooi illustratief plaatje. Ieder symbool en ieder kleurtje vertegenwoordigt één persoon uit een specifiek werelddeel. En hiermee beïnvloed ik jullie eigenlijk al richting de interpretatie van deze data. Want het lijkt er dus op dat dat allemaal redelijk discrete groepen zijn. Maar stel je dit figuur nou voor waarbij alle symbolen hetzelfde zijn en de kleurtjes ook allemaal hetzelfde. Dan is het bijna niet mogelijk om te zeggen dat hier een grens tussen Afrika en het Midden-Oosten zit. Je kunt al op grond van deze data niet zeggen waar nou genetisch gezien Afrika stopt en het Midden-Oosten begint. Ik beïnvloed die interpretatie op een verkeerde manier. En dat werkt over het algemeen goed, dat kunnen we overtuigend publiceren. Maar eigenlijk moet je dat dus op een andere manier afdrukken. In publicaties. En uiteindelijk komt het erop neer dat er wel genetische verschillen zijn tussen individuen uit verschillende werelddelen, maar dat het uiteindelijke plaatje veel complexer is. Daar kom ik zo op terug. Ga ik dezelfde kenmerken in alle hoofdsteden van Europa toepassen, dan zie je eigenlijk één grote brei. Het is eigenlijk al niet meer mogelijk om met zekerheid te zeggen dat iemand uit Rotterdam komt of uit Athene of uit Londen of Stockholm. Dus die truc werkt alleen maar op een hele grove wereldschaal. En binnen het Europese continent kun je het bijna al niet meer gebruiken. Dan zijn wij Europeanen eigenlijk bijna allemaal hetzelfde. En dat leidt ertoe dat veel van mijn collega's het gezamenlijke plaatje interpreteren als een situatie waarbij je clusters hebt. Groepen mensen die genetisch veel op elkaar lijken. En je hebt clines. Dat zijn gradiënten van genetische variatie die de verschillende clusters met elkaar verbinden. En het vervelende van clines is dat je gewoon, daar kun je geen grens doorheen trekken. En het mooie is nu dat naarmate wij meer mensen in deze databases krijgen met dezelfde DNA-kenmerken, des te onduidelijker wordt uiteindelijk het interpretatieplaatje. Dus het feit dat wij begonnen zijn met 1100 mensen uit 52 populaties uit de uithoeken van de wereld, dat was de ideale situatie. Maar ik voorspel je, als we 1 miljoen mensen uit veel meer plekken van de wereld in dit plaatje gaan persen, dan is het een brei van data waar we eigenlijk de duidelijke patronen niet meer in kunnen herleiden. En dat leidt er weer toe dat wij als genetici niet over duidelijk definieerbare rassen als biologisch concept kunnen praten. Wij moeten in de onderzoekscontext groepen duiden. Dat doen wij meestal met termen als populatie, die in principe door sommige mensen worden vervangen door het begrip ras. Maar Kaplan, iemand die daar duidelijk veel beter over nagedacht had als ik, die zei al van ja, biological theory doesn't force the concept of race upon us. Our social discourse, social ontology and social expectations do. En ja, als geneticus zie ik dit soort uitspraken natuurlijk ook als een soort van zoete wraak op sommige ethici en sociaalbiologen die mij dan van een soort van genetisch rassend concept gebruik proberen te beschuldigen. Zo zie ik dat natuurlijk niet zo zwart-wit. Maar ik ben het wel helemaal met hem eens. Aan de andere kant weet ik ook dat er genetici zijn die dat wel degelijk wel op een andere manier zullen duiden.
Je kunt op een tweede manier onbekende personen van een uiterlijk voorzien. En dat is, zoals Amat al zei, gebruik te maken van uiterlijk waarneembare kenmerken. Dat mogen wij. Juridisch gezien mogen wij oogkleur en haarkleur testen. Huidkleur is wetenschappelijk afgerond, maar de wetgeving is nog niet geïmplementeerd. Dus daar moeten wij op wachten. Om jou te laten zien wat je daaraan hebt op wereldschaal, is eigenlijk uitermate ontnuchterend. Hier zie je de variatie in haarkleur en hoe donkerder de kleur op de kaart, hoe donkerder de kleur haren. En je ziet eigenlijk al dat haarkleur, nou ja, is eigenlijk een soort van Noordwest-Europees fenomeen, de variatie daarin. Voor de rest van de wereld is het gewoon donker zwart. Hetzelfde is het met huidkleur. Heel noordelijk is het licht, maar op hele grote delen van de wereld is het eigenlijk uitermate saai. Het is donker in allerlei gradiënten van donker. Dat zie je ook in Afrika. Iemand die veel in Afrika heeft gereisd, die ziet dat de ene Afrikaanse groep veel lichter kan zijn dan de andere Afrikaanse groep. Dat is een enorm gradueel proces. Dus om nou te zeggen, alle Afrikanen zijn donker. Nou ja, maar er zit wel heel veel variatie in. Er zit veel meer variatie in de donkere huidskleur dan in de Europese lichte huidskleur, denk ik. En ook voor oogkleur is het eigenlijk uitermate saai. Zodra je de Bosporus oversteekt richting Turkije, dan heeft gewoon iedereen donkere ogen. Dus alleen binnen de Noordwest-Europese context gaat dit werken. En kun je er wat aan hebben? In beperkte mate, denk ik. Nou, hoe doe je dit nou? Collega's van mij van het Erasmus Medisch Centrum, in samenwerking met mij en mensen van het Nederlands Forensisch Instituut, hebben uiteindelijk een kit ontwikkeld, de Hierisplex S. Dat is een kit waarmee wij met een beperkt aantal genetische kenmerken, met een heel klein beetje DNA, haarkleur, oogkleur en huidskleur in een bepaalde categorische indeling kunnen voorspellen. Je test een groot aantal kenmerken. Het is een één reactie, dat kunnen we tegenwoordig snel doen. En dan moet je de uitkomsten in een computermodel stoppen. Dat kunnen we online doen. Dat is allemaal klaargemaakt. En dan krijg je dus een voorspelling zoals dit. Bij oogkleur maken we onderscheid tussen blauw, intermediair en bruin. Bij haarkleur maken we onderscheid tussen blond, bruin, rood en zwart. En in de gradaties licht en donker. En dan in huidskleur hebben wij ook een aantal categorische indelingen. En in dit geval, de persoon die we hiermee gemeten hebben, die heeft voor 84, bijna 85% zekerheid blauwe ogen, licht blond haar en een intermediaire huidskleur. Daar kun je je wat bij voorstellen. Ik denk nog steeds dat als je de geografische herkomst op dit DNA-monster loslaat, dat je toch een betere invulling aan het onbekende uiterlijk geeft. Dus deze test wordt in Nederland heel weinig gebruikt. Ook al omdat het een erg beperkt opsporingsnut heeft. Het meeste opsporingsnut zit hem nog bij hele kleine baby's die gevonden worden, al dan niet levend, achtergelaten door een onbekende moeder. En je probeert op deze manier de sociale context van dat kind wat ten vondeling is gelegd of wat dood wordt gevonden, dan nader te duiden. Dat is een hele andere toepassing van deze technologie die mijn zinsies ook heel erg nuttig is. Dus kort samengevat, geografische herkomstbepaling is zelden een zwart-wit oplosmiddel of sporingsmiddel. Indien mogelijk zoveel mogelijk verschillende genetische bronnen gebruiken. Het Y-chromosoom is verreweg de meest specifieke. Y en het mitochondriaal DNA is vrijwel nooit specifiek voor één persoon, maar duidt altijd tot een groep. En je moet dus altijd DNA overhouden voor het klassieke DNA-profiel. Om sporen met personen te vergelijken. De ontbrekende controle en referentiegroepen in allerlei controlebestanden zijn veel belangrijker dan de groepen die er wel in zitten. En zeker bij commerciële testen krijg je nooit te horen wie er niet in zit. Dus daarmee wordt ook de nauwkeurigheid van die test verborgen gehouden voor degene die ervoor betalen. De voorspelling van de drie uiterlijke kenmerken is complex en nog steeds categorisch. En daarom is het verstandig om dit toch als een uitermate specialistisch vakgebied te beschouwen. En zeker niet los te laten in het commerciële domein.
Want dat leidt alleen maar tot rampscenario's. Bedankt voor jullie aandacht. Dank u wel. Wederom één brandende vraag. Wordt de mogelijkheid gesteld? Niemand? Nee, dat kan ik me echt niet voorstellen. Oké. Okay. Ja? Je zegt dat het nu nog complex en categorisch is. Denk je dat er in de toekomst wel meer kenmerken bijkomen? Ja, er zullen zeker kenmerken bijkomen. Maar deze drie zijn verreweg de meest eenvoudige. Want we hebben maar iets van 42 of 45 snips nodig om tot een redelijk betrouwbare voorspelling te komen. Alle andere kenmerken, zelfs lichaamslengte, daar heb je duizenden snips nodig om... Bijvoorbeeld voor lichaamslengte heb je iets van 2000 snips nodig om 1 centimeter variatie te kunnen vinden. Dat zegt mijn zin iets genoeg. Dus dit zijn eigenlijk dit is het fruit wat het laagste hangt. Het zal zeker beter worden, maar dat gaan we niet heel snel meemaken. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Tussen neus en lippen door hebben we eigenlijk al een beetje gehoord ook hoe DNA-onderzoek in relatie staat tot racisme, stigmatisering, etnisch profileren. En de volgende spreker die gaat ons daar hopelijk een beetje in meenemen. Gerbrig Klos van Amnesty Nederland. Onder andere dossierhouder van het onderwerp etnisch profileren. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw visie hierop. Ja. Nou, hartelijk dank voor de uitnodiging, Amaat. In eerste instantie, ik vind het ontzettend spannend. Dion en ik werken al een aantal jaar en ook Bas, die jullie zo meteen zullen horen, hebben al een meneer Helberg, Clem Helberg. Er zijn een aantal mensen hier in de zaal die we al jarenlang die ik tegenkom en waarmee ik spreek, waarmee het gesprek voert over de aanpak van etnisch profileren. En dat is eigenlijk een gesprek wat we vooral hebben gevoerd in de context van de proactief politieoptreden. Zeg ik politieoptreden van agenten op straat die rondrijden in een surveillance, in de omgeving taxeren en inderdaad dan uitgaan van uiterlijke kenmerken, onder meer uiterlijke kenmerken, en beelden over afkomst en ras gebruiken in hun taxaties en beoordeling van mensen. En dat spelen natuurlijk grove generalisatie en stereotypen een rol. Dit is eigenlijk heel anders, want hier gaat het heel erg over wat Nick Nijf vertelde over opsporing. Dat is natuurlijk ook anders dan het proactief optreden. En het woord DNA en ras, ik denk dat we dat vanwege de gevoeligheid in de discussie over etnisch profileren eigenlijk helemaal niet gebruikt hebben. Om een heleboel redenen. Want die discussie is natuurlijk een beetje in een mijnenveld. Maar goed, dus extra spannend en fijn dat ik hier vanavond mag staan en iets vertellen. En ik hopelijk bijdragen aan de gedachtenvorming van iedereen. Ik heb zelf ook enorm al zitten schrijven net. Dat ik dacht, oh ja, als ik dat geweten had. Oh ja, nu begrijp ik wat. Nou, goed. Ik vind het ook leuk om inderdaad gewoon met burgers vanuit verschillende organisaties, mensen van de wetenschap en vanuit de politie om de tafel te zitten en in gesprek te gaan. Want dat is ontzettend nodig, juist misschien wel als het een gevoelige kwestie is, een lastig onderwerp. En want dat is echt wat je ziet, dat de discussie over etnisch profileren, die vanaf 2012-13 in toenemende mate eigenlijk gevoerd is in de samenleving, krantenberichten erover. Zie je eigenlijk dat er zo'n enorme emotie en gevoeligheid in die discussie zit. Dat ook wel een beetje, zeker wetenschappers afzijdig. Dat is het gevolg dat wetenschappers zich een beetje afzijdig houden. Laat ik niet te veel hier een discussie over etnisch profileren gaan analyseren. Want dan zijn we helemaal, drijven we erg uit elkaar. Ik ga even kort vertellen hoe we in ieder geval vanuit Amnesty, want ik werk dus bij Amnesty International Nederlands, aankijken tegen etnisch profileren, hoe wij dat definiëren. Wat de impact is van etnisch profileren, voor wie dat nog niet weet, is het goed om daar even bij stil te staan. Dan ga ik even kort in op het onderzoek wat er tot op heden is gedaan, hoe dat maatschappelijk debat vorm heeft gekregen. En ik had een aantal grote vragen die vooral in mijn hoofd zaten toen ik me aan het voorbereiden was en... Die staan nog heel erg overeind en sommige blijken achteraf dan ook tamelijk onnozel te zijn. Maar dat zullen jullie zo wel zien. dit is de definitie dit is de gangbare definitie. Etnisch profileren als begrip is niet vastgelegd in een internationaal verdrag.
Ook niet in Nederlandse wetgeving. Maar dit is zoals het wordt omschreven door de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie in Europa. En ook Amnesty hanteert een hieraan vergelijkbare definitie. En de politie ook. De Nederlandse politie. Het is even wel goed. Ik heb een paar woorden onderstreept. Wetshandhavers, dat gaat dus over politie, Koninklijke Marechaussee, douane, BOA's. Dat is onder oog met geen redelijke rechtvaardiging. Nou, redelijke rechtvaardiging is een typisch juridisch begrip natuurlijk, maar dan gaat het erover. Is er een legitiem doel? Want hier staat dus eigenlijk het omgekeerd betekent dit, dat je eigenlijk etniciteit nooit mag gebruiken. Zonder objectieve, als er geen redelijke en objectieve rechtvaardiging bestaat. En daarmee bedoelen we dat dat niet mag. Behalve als het een legitiem doel dient. Er een redelijke verhouding is tussen doel en middel. En als hetzelfde niet met een lichter middel kan worden bereikt. En dan even dat begrip ras. Dat is misschien toch ook nog wel goed om even in deze context bij stil te staan. Dat begrip ras gebruikt Amnesty eigenlijk nooit zonder aanhalingstekens, behalve wanneer we verwijzen naar een specifiek verdrag of dat aanhalen waar het woord wel in wordt genoemd, zoals de Nederlandse wet. Maar je moet het inderdaad breed zien. De juristen zien dat heel breed. De definitie die meneer Korthals gaf, zal vast de toenmalige minister van Justitie, zal ongetwijfeld een jurist zijn geweest. En juristen zeggen, daar valt ze ongeveer alles onder. Dus ook bijvoorbeeld inderdaad, als je een winkelier die een bordje op de deur zet, verboden voor buitenlanders of verboden voor asielzoekers. Dat is verboden discriminatie op grond van wat dan in de Nederlandse wet ras heet. Amnesty gebruikt het begrip etniciteit, maar racial profiling, ethnic profiling zijn wel begrippen die inwisselbaar zijn, tenminste volgens ons. Heb ik nou zo'n beetje alles? Bij controle, bewakings- of onderzoeksactiviteiten, dat is eigenlijk een beetje wat ik bedoel met de etnisch profileren discussie, heeft zich heel erg toegespitst in Nederland op dat proactieve politieoptreden, dus het optreden, dus niet naar aanleiding van een specifiek gepleegd strafbaar feit of een misdrijf, waarbij er aan de hand van een verdachte signalement gezocht wordt naar iemand die dan voldoet of in meer of mindere mate overeenkomt met een bepaald verdachte profiel. Maar dat is veel meer dat proactieve werk waarbij controle en toezicht wordt gehouden in de openbare ruimte tijdens surveillance. En dan ook specifieke controle en toezichtsbevoegdheden van de politie worden ingezet. Bijvoorbeeld een ID-wet, wegenverkeerswet voor het dus niet specifiek de bevoegdheden die de politie heeft wanneer het om opsporingsbevoegdheden ten aanzien van iemand die als verdachte is aangemerkt. Een verdachte in strafrechtelijke zin. Want dat is ook interessant natuurlijk dat je nogal groot verschil hebt in de hele discussie. En zeker wanneer tussen verdacht en verdacht. Verdacht in strafrechtelijke zin en iemand die uit die, en dat zei jij zo mooi, dat kon ik niet snel genoeg meeschrijven, maar over dat is nu heel erg wat we zien in die hele discussie volgens mij rondom etniciteit en ras in relatie tot criminaliteit en misschien ook wel DNA, die veronderstelling die erachter zit dat er bepaalde usual suspects zijn, bepaalde beelden bestaan over wie de crimineel is of de troublemaker. En dat daar zijn sterke beelden van, die zitten in de hoofden bij iedereen. En zeker ook bij politiemensen heeft het onderzoek wel uitgewezen van hoe die mensen eruit zien. Dat je die kan herkennen op basis van uiterlijke biologisch-raciale kenmerken. Etnisch profileren is een vorm van discriminatie in juridische zin. Dat heeft dus een enorme impact op degene die dat treft. Dus degene die gediscrimineerd worden. Het is verder ook wel belangrijk om aan te merken dat het gebleken niet effectief is. Dus als je criminaliteitsbestrijding organiseert op basis van het zoeken naar mensen die voldoen aan een bepaald en je daarbij toespitst en werkt aan de hand van etnische profielen, dan zul je ongelooflijk veel false positives hebben. Als je op zoek gaat naar dat blijkt niet effectief. Ik denk dat we daar voor nu even niet helemaal tijd voor hebben. Maar wat heel belangrijk is, dat mensen die de ervaring hebben of het gevoel hebben gediscrimineerd te worden, dat laat duidelijk zien onderzoek dat die een lager vertrouwen in de politie hebben. Dat tast het vertrouwen in de politie aan, met als gevolg dat ze minder snel geneigd zijn naar de politie te gaan, met de politie mee te denken, informatie te delen met de politie. En dat hindert de politie vervolgens weer bij het snel
oplossen van misdrijven. Dus dat is eigenlijk een ander mechanisme waarbij dus vertrouwen indirect ook weer repercussies heeft op die effectiviteit. En daarmee, zeker niet als laatste wat betreft de maatschappelijke impact, selectiviteit of bias, discriminatie, etnisch profileren in de politie-justitieketen, maar laten we even politieketen, dat werkt door een bestendigd maatschappelijke achterstand en achterstelling. En ik denk dat dat een enorm onderschat probleem is eigenlijk in Nederland nog tot op heden. Nou, dit mag je even rustig lezen. Dit is onderzoek wat is gedaan. Hè. Dus velen van jullie wel zullen herkennen is dat de discussie over etnisch profileren eigenlijk pas sinds een aantal jaar in Nederland wordt gevoerd. 2012, 2013. Maar als je naar deze tekst kijkt, dan kun je wel herkennen aan het gebruik van de K. De K's bij constateren en kritisch, of bij actie zag ik het ook. Selectieve aandacht. Dit is geen tekst uit van 2012 of later. Dit is onderzoek van Junger Tas uit 1977, geloof ik. Waarmee ik maar wil aangeven dat die discussie over etnisch profileren echt niet iets is van de laatste paar jaar. Maar dat er al veel langer op basis van onderzoek in Nederland, in dit geval was dat dan onderzoek naar de politie-surveillance, aanwijzingen waren en gesproken werd over selectiviteit of discriminatie in de politie-justitieketen. Goed, in 2012 heeft Sinan Chankaya, ook een antropoloog, heeft onderzoek gedaan bij de Nederlandse politie, de politie in Amsterdam. En die heeft heel, heel goed in beeld gebracht eigenlijk wat etnisch profileren is. En dat is namelijk dat inderdaad politiemensen bij het taxeren van hun omgeving hele stereotype beelden in hun hoofd hebben over wie de troublemaker is, wie afwijkt, wat afwijkend gedrag is. En dat is vanaf 2012 is dus veel meer onderzoek gedaan voor mensen die misschien meer vanuit jullie onderzoek bezig zijn en misschien eens een brug onderzoek doen en eens een brug zou willen slaan naar de literatuur over etnisch profileren in Nederland, zou ik ook zeker het onderzoek Boeven vangen van Wouter Landman kunnen aanraden. Dat is echt een hele interessante studie over hoe beelden over wie de boef zijn en hoe de boef eruit ziet. Een rol spelen in hoe er aangekeken wordt tegen criminaliteit en ook hoe mensen bejegend worden. En dat gaat niet alleen, er wordt vaak gezegd, dat heeft ook betrekking op beelden die er bestaan over witte Nederlanders. Dus dat is geen racisme dan. Dat heeft dan niks met discriminatie te maken, want dat treft bijvoorbeeld ook, dat is de redenering, we discrimineren niet alleen buitenlanders wordt dan gezegd, of etnische minderheden, of Marokkanen. Nee, we hebben ook dit soort beelden, of we gebruiken dat, zeggen politiemensen, voor bijvoorbeeld kampers. Dat is ook een groep mensen die wordt gekenmerkt door bepaalde uiterlijkheden. Eencellige wordt dat in het politiewerk ook wel genoemd. En dat zijn dus mensen die de politie denkt bepaalde groepen mensen te herkennen op basis van uiterlijke kenmerken. En dat is natuurlijk heel interessant. Want mijn zinziens bewijst dat juist dat er sprake is van etnisch profileren. Ook al treft dat dan niet per se etnische minderheden in de categorieën zoals we die veel labelen in het maatschappelijk debat. Namelijk Turkse Nederlanders, Marokkaanse Nederlanders en zo verder. Dit heb ik eigenlijk allemaal al gezegd. Wat verder. Wat interessant is dat de discussie in Nederland over etnisch profileren dus heel erg zich toespitst tot op heden naar discussie over en onderzoek naar dat proactieve politieoptreden. Ik denk dat het heel interessant is en misschien is vanavond een eerste voorzichtige opening om ook eens te kijken naar inderdaad hoe werkt dat door die selectiviteit in verderop in de politie optreden, dus bij de opsporing. Want ik kan me zo voorstellen met de verplichting om DNA af te staan voor verdachten, dat er bepaalde groepen als gevolg van selectiviteit in eerdere politieoptreden, dus eerder in de keten, er veel meer mensen dan je zou verwachten op basis van hun mate waarin ze zich schuldig maken aan strafbare feiten, heb ik zo het vermoeden dat er waarschijnlijk veel meer mensen uit etnische minderheidsgroepen in die DNA-databanken staan. Dat komt ook omdat als je als verdachte verplicht bent je DNA af te staan, maar ik hoop dat u me corrigeert, want daar ga ik eigenlijk vanuit als ik verkeerde dingen zeg. Maar je bent verplicht om je DNA af te staan als je verdachte bent van bepaalde misdrijven in een bepaalde categorie en hoger. Stel dat je daarna niet veroordeeld wordt, dus of omdat je onschuldig bent of ten onrechte als verdachte bent aangemerkt, dan kun je natuurlijk zorgen dat mag je een verzoek doen en dan word je
informatie daaruit gehaald. Dat gaat automatisch. Ja? Dus iedereen die hoeft daar zelf geen moeite voor te doen. Want ik geloof dat die blokkeervriezen zich daar enorm zorgen over maken. Omdat zij dus nu... Nee? Oké. Nou, dat is bijvoorbeeld heel belangrijk om te voorkomen inderdaad... dat mensen uit lage sociaal-economische groepen... die minder goed die procedures zouden kennen... zomaar in zo'n database zouden rondblijven zweven. Nee, ik geloof niet dat je dat woord gebruikt. Dit waren wat vragen die leven. Mag etniciteit nooit een rol spelen? Die vraag is nog niet beantwoord in Nederland. Is dat anders in de context van proactief of pre-crime optreden of bij strafrechtelijke opsporing? Nou, dat laatste, daar is Amnesty eigenlijk vrij zeker van. En vanuit de mensenrechten of juridische benadering kan etniciteit wel degelijk een rol spelen. Naast andere kenmerken bij strafrechtelijke opsporing. Bij toezichtstaken vragen wij dat ons ten zeerste af. Maar dat antwoord is nog niet op het hoogste niveau beantwoord door de minister of in jurisprudentie. En ik vroeg mezelf heel erg af, is er nou een verschil tussen huidskleur en herkomst? Ik hoop dat u me daar dat voor mij die mist in mijn hoofd kan oplossen. En ik vroeg me verder meer in zijn algemeenheid af wat de impact is van wat we nu kunnen met DNA-onderzoek en DNA, het gebruik van DNA in de context van die enorme technologische revolutie. Daar wilde ik het bij laten. Eén momentje blijven staan, alsjeblieft. Ja. Heeft iemand nog een brandende vraag voor Gerbrig? Oké. Nou, dan gaan we snel. Ja, Peter? Ik kan natuurlijk wel antwoord geven op haar laatste twee vragen. Ja. Kan je die dia nog een keer terugroepen? Verschil tussen huidskleur en herkomst heb ik natuurlijk tijdens mijn praatje eigenlijk al geïllustreerd. Variatie in huidskleur is eigenlijk alleen maar binnen de Europese context van belang. Daarna kun je daar heel moeilijk een onderscheid in maken. Dus ja, er is verschil tussen huidskleur en herkomst. Dat is geen eenvoudig patroon. DNA-gebruik door politie van big data. De huidige DNA-profielen die in de database zitten... kun je heel moeilijk voor andere dingen gebruiken... dan alleen maar het vergelijken van een spoor met een persoon... of een persoon met een persoon. Meer niet. Dan kun je eigenlijk bijna niks dan een klein beetje geografische herkomst uit afleiden. En de andere data die we produceren mogen niet in de database worden opgenomen. Oké. Dankjewel voor die toelichting. Ik heb echt al 100 vragen in mijn hoofd, maar die mag ik nog steeds niet stellen. Bas Beuning, mag ik jou naar voren roepen? Jij bent programmaleider bij de Nationale Politie. En er is jou gevraagd om kort te reflecteren. Je hebt ook flink mee zitten pennen op de drie presentaties. En dat natuurlijk vanuit jouw politiebril. En dan gaan we daarna met elkaar nader in gesprek. En dan mag ik mijn vragen stellen. Bas. Ja, dat klopt. Ik ben Bas Beuning. Ik hou mij bezig met de aanpak etnisch profileren binnen de Nationale Politie. En ik concentreer mij vooral binnen het Amsterdamse. Mij is gevraagd om een paar vragen te stellen aan de panelleden. Ik moet jullie heel eerlijk bekennen, dit is voor mij tot vanavond echt een niche onderwerp. Ik wist er heel weinig van. Ik heb vandaag heel veel opgestoken, heel veel meegeschreven. En het deed me een beetje denken, vorig jaar toen ik rond deze tijd in Wenen zat bij de Fundamental Rights Agency van de Europese Unie, waar het ging over... de rol van of de invloed van databases en parameters. Hè? Dus in de hele big data discussie die nu ook rondom etnisch profileren gecentreerd is. Dus ik vind dit soort avonden met wetenschappers en met mensen uit het veld en NGO's altijd heel erg interessant. En ik denk dat ik zonder meer heel veel terug te geven heb ook aan de politieorganisatie. Hoe mijn brein werkt is dat ik altijd, die is nu redelijk verzadigd moet ik eerlijk zeggen, met alle kennis die ik opgezogen heb. Dus ik heb niet heel veel vragen.
En ik vind het eigenlijk ook gepast om in zo'n setting misschien even een passende plaats te maken en jullie die vragen laten stellen. Want ik kan me voorstellen dat jullie wel heel veel vragen hebben. Bas, vind je het dan goed dat ik iedereen naar voren roep en dat ja. we op de bank gaan zitten? Ja, laten we dat doen. Ja? Ja? Ga jij dan ook alsjeblieft... Dan ga ik er ook zitten. Peter, Gerbrig en Amat, alsjeblieft neem plaats. En heb ik meteen een huishoudelijke mededeling, omdat Peter tegen mij gezegd heeft dat hij 9:50, dat zijn vijf voor half tien, stiekem wegloopt. Dat hoeven jullie allemaal niet persoonlijk aan te trekken, dat is mij verteld. Hij moet namelijk de trein halen. Dus ik stel voor dat we dan eerst in ieder geval de echte vragen ook aan jou richten. Bas, heb je inmiddels een vraag of niet? Je geeft hem even door? Ja. Oké. Okay. Jullie moeten misschien nog even warm draaien. Ik heb een brandende vraag in mijn hoofd die ik al de hele tijd wil stellen. Dus die ga ik gewoon lekker stellen. Aan jullie allemaal. Hoe komt het dat er gewoon nog geen publieke of politieke verontwaardiging is in Nederland als het gaat om dit thema? Ik denk dat de manier waarop het in de DNA-wetgeving is geïmplementeerd, daar is op dat moment best wel redelijk wat debat door deskundigen onderling en de wet, de personen die de wet hebben voorbereid, is geweest. Ik was als DNA-deskundige eigenlijk heel erg bang dat er juist heel veel weerstand zou komen tegen verruiming van de DNA-wet. En tot mijn grote verbazing bleek dat praatjes die wij gaven voor studenten en andere groepen in de maatschappij, dat zij bereid waren om veel verder te gaan dan wij op dat moment als wetenschapper aandurfden. En dus de manier waarop de Nederlandse wetgeving is opgezet is ook eigenlijk een weerspiegeling van datzelfde fenomeen. Wij zijn, zeker de genetici, hebben geleerd van de gebeurtenissen 70, 80 jaar geleden. En we hebben ons een bescheiden rol ten aanzien van de term ras aangemeten. En proberen wanhopig om daar ver vandaan te blijven. Maar dat kan natuurlijk niet. Want of je het nou wel of niet leuk vindt, word je erbij betrokken. Maar het is best wel verontrustend dat eigenlijk de jongere generatie nog veel verder wilde gaan dan de wetgeving toelaat. Ik weet niet of je dat nou verontrustend moet noemen. Het is natuurlijk voor een deel, wij proberen daar op een zorgvuldige manier invulling aan te geven. Maar ik heb niet de illusie dat iets wat wij heel voorzichtig introduceren niet misbruikt zal worden door andere groepen in de maatschappij, binnen of buiten Nederland, die dat wel voor een verkeerd doel zullen gaan misbruiken. Maar dat geldt eigenlijk voor iedere wetenschappelijke uitvinding. Betekent dat dan dat ik daar niet mee verder wil gaan met die ontwikkeling van die techniek? Nee. Alleen ik zal blijven proberen, omdat daar waar ik kan, dat zorgvuldig te communiceren met degene die er gebruik van maken. Ja, that's it. Oké, dankjewel. Amat. Ja, ik wil het daar echt over zeggen. Nou, ik denk dat we in Nederland maar redelijk beperkte discussies kennen over wetenschappelijke ontwikkelingen. Dus wanneer het gaat over misschien in vitro fertilisatie of zo, zijn we bereid om daar een debat over te voeren. Maar de genetische revolutie is aan ons voorbij gegaan. We hebben het omarmd, we hebben daar meegedaan. Daar is gewoon geen debat over geweest. Dat is één. En het andere is, de discussie over ras en racisme is ook vrij recent. Mm-hmm. Dus ik vond het eigenlijk heel frappant dat die wetgeving zomaar erdoor kon zonder dat er nog in de Tweede Kamer, nog in de media de aandacht aan besteed wordt. Niet zozeer, want kijk, een debat hebben betekent niet dat je ontwikkelingen moet stoppen. Het kan best zijn dat je zegt van dit vinden we een goede ontwikkeling, maar wat zijn de voorzorgsmaatregelen om dat op een goede manier te doen? Maar ook, wat is een nevenwerking van zo'n ras in je wetboek voor strafrecht bijvoorbeeld? Hè? Daar hebben we gewoon nooit een fatsoenlijk gesprek over gehad. En ik vind dat heel erg kwalijk. En ik denk dat wij onszelf op die manier dom en naïef houden. Want ik vind het eigenlijk steeds ingewikkelder worden. Wilt iemand daarop reageren? Een vraag stellen? Ja? Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd, vraag aan Peter, of hoe het zat met de genetici en het schrijven van die wet uit 2003, waarin ras als term is opgenomen en of daar vanuit de genetici op dat moment weerstand tegen was. Ik ben me er bij mezelf niet van bewust dat ik
ooit over het begrip ras heb kunnen discussiëren. De discussie ging meer over de uiterlijke kenmerken en welke uiterlijke kenmerken je wel of niet zou mogen vaststellen door middel van een genetische test. En wij zijn zo gewend om in geografische herkomst te discussiëren. We hebben daarover overheen gelezen, of we hebben het überhaupt niet zien staan. Maar het is zeker niet zo dat daar tijdens de voorbereiding van die wet door ethici en genetici over het al dan niet gebruik van het begrip ras is gediscussieerd. Maar ik kan me de hele discussie niet meer duidelijk voor de geest halen. Nou, ik heb hem nog wel een beetje voor de geest. Niet heel precies, maar ik weet wel dat er in de Tweede Kamer over is gedebatteerd dat in eerste instantie zou het gaan over populatie en ras in de wetgeving. GroenLinks heeft geprotesteerd en gezegd van ja, dat riekt ons te veel naar racisme, dus we willen eigenlijk individualiserende kenmerken ook mee hebben. Toen kwamen oogkleur, haarkleur en dat soort kenmerken naar voren. Op die manier zouden we kunnen individualiseren in plaats van alleen maar die raciale categorieën gebruiken. En toen werd dus de vraag gesteld, ja, maar wat is nou ras nou eigenlijk? En de minister heeft toen dus die definitie gegeven en zijn beslissing. En daar is wel in een commissie over gesproken. Die heeft geprotesteerd en gezegd, ja, geachte minister, maar populatie is echt, zeg maar, onze categorie en ras is problematisch. Maar hij heeft toch besloten om dat anders te doen. Verwijzen dan naar zeg maar de grondrecht. Ja, maar het is tenslotte uiteindelijk in de wet, tenminste wat wij doen, is natuurlijk, de wet is uitgebreid met de term geografische herkomst. Dat is ook zo met name benoemd. Dus ik denk ook dat er een verschil is tussen de verschillende delen van de wettekst, daar waar dit onderwerp betreft. En is het dan niet zo dat ondanks jullie focus heel erg ligt op de geografische herkomst, het niet wel gebruikt kan worden zoals etnisch profileren ook gebruikt wordt in proactief politiewerk? Oh, dat zou best kunnen. Maar dat kan ik ook niet vermijden, denk ik. Ja, Amaat? Ik laat het passeren. We komen er vast over te praten. Ja? Ja, maar het is wel waar. Ja, toch? Want dat is ook waarom ik aangaf van, ik vind het best wel verontrustend. Normaal ben ik echt wel de persoon die op de bühne staat en zegt, geef jongeren het woord. Maar als jongeren in dit geval degene zijn die het misschien ja, wat problematischer maken voor ons, dan maak ik me daar wel zorgen over. Zeker. Maar misschien dat Peter wat kan toelichten over, hoe vaak krijg je nou die aanvraag van de politie en in wat voor misdrijven hebben we het dan over inbraken, over moordzaken, van gebeurt het iedere week, iedere dag, twee keer per jaar? Nee, een aanvraag geografische herkomst gebeurt 10 of 15 keer per jaar. Het zijn meestal gruwelijke misdrijven, vaak cold cases, waar we echt absoluut geen idee hebben wie de verdachte is, waar de verdachte vandaan komt. De situatie die ik al aangegeven heb bij babytjes die net geboren zijn en of dood of levend worden gevonden. Dat is exact dezelfde toepassing, buiten het strafwet, maar is wel ook wettelijk geregeld. Dus het is zeker geen routinetechniek. En dat zou ook volgens mij ook helemaal niet kunnen. Want de interpretatie en de uitleg van iedere individuele zaak moet uitermate zorgvuldig gebeuren. Dus, en dat gebeurt op dit moment ook. Maar nogmaals, ik kan niet voorkomen dat het op een andere manier door anderen wel misbruikt kan worden. Ja. Oké, Amata, ga ik toch aan jou vragen om te reageren. Want je zei, ik laat hem even aan mij voorbij gaan. Nou, over of het, zeg maar, geografische herkomst toch als ras geïnterpreteerd wordt. Dat gebeurt ja, eigenlijk routinematig. Hè? Dus daar krijg je een soort van conflatie. Want dat is denk ik waar ik het naartoe wil brengen. Dat wij denken in gescheiden werelden van de wetenschappers doen hun ding en dan heb je de politiemensen doen hun ding en dan heb je de media, die doen wat anders. Maar juist in het veld van forensisch onderzoek hebben al die verschillende groepen, actoren, zijn op elkaar betrokken. Ja, dus de politie komt gewoon binnen van, ja, kun je voor mij een rasbepaling doen? Dat heb je vast wel eens een keertje gehoord. Nee. En, nee, okay. Ze vragen naar geografische herkomst. Okay. Want ja, zo is de wet omschreven. Oh, ja, nee. Ja, oké, okay, op papier. Op papier. Dat is wat anders natuurlijk. Hè? Het dossier ziet er anders uit. Maar dat is wat ik bedoel. Dat in onze taal en onze praktijken, ook van hoe we groepen doen in de samenleving en hoe we groepen zien, dat met die technologie verweven raakt, of we het willen of niet. En dat heeft effect. Gerbrig.
Nou, ik hoop er iets aan toe te voegen door de volgende opmerking. Maar omdat het zo'n spannend debat is, weet ik niet precies of me goed kan uitdrukken. Maar ik doe mijn best. Maar een van de dingen die ik wel zie in maatschappelijke discussies rondom afkomst. Eventueel geconstrueerd door geografische herkomst. En huidskleur. Is dat er een groot verschil is in... veel mensen zien dat als een label met een bepaald voorspellend karakter. Dus er worden grove generalisaties gemaakt. En ik denk dat dat wel iets is waar je ziet dat wetenschappers, genetici met hele strikte en duidelijk afgebakende categorieën, begripsgebruik, statistische validaties van hun kwalitatieve voorspellingen, et cetera. Terwijl in het maatschappelijk debat is er al bijna niet... aan de meeste mensen die begrippen gebruiken... weten verschil tussen correliteit en causaliteit niet. En dat maakt het natuurlijk wel heel erg lastig... en daarmee ook echt wel heel snel heel problematisch... toen jij zei dat explosieve karakter... en wanneer je dus DNA, ras, criminaliteit met elkaar gaat mixen... ja, dan gaat het toch al heel snel heel erg mis. En... Ik denk, dat zie ik. Ja. Wel, ja. Dat is een groot probleem. Het is een hele onzuivere discussie, omdat er zo ontzettend veel wordt gelabeld door wetenschappers. Nou ja. En dan bepaalde categorieën. Dan ja, kan de resultaten van zondag... Want ik moet er vandoor, sorry. Dus ik ga u mag ik u snel de laatste vraag stellen? Ja. De laatste vraag stellen? Nee, ik ga er vandoor. U moet er echt vandoor? Meneer Helberg wil ook nog een vraag stellen. Dat is jammer. Ja. Maar wellicht... Maar misschien even tussendoor? Wellicht dat een van hun de vraag kan beantwoorden. Ja. Ik heb dan een vervolg... Wilt u uw vraag aan hun stellen of niet? Wacht even, ik kom naar u toe. Ja? Mijn vraag was gelaagd. Tot ziens, hè? Hij is saved by the bell. Als ik er naar luister, moet ik heel diep nadenken wat gebeurt er precies. Want als je mij vraagt waarom was er geen ophef, dan weet ik dat in artikel 1 begint al met ras. En toen ik in de raad van advies van het college kwam, was dat een van de eerste dingen waar ik mee begon, was wat betekent ras in dit artikel? En dat is internationaal. En alle juristen, voor mij was dat nieuw, want ik ben de enige niet-jurist, zou je kunnen zeggen, toen, was de vraag van, we zijn bezig met iets dat niet bestaat en toch doen we het. En dan heb je op een gegeven moment de discussie van, ja, maar het heeft wel veel gevolgen, hè? En het blijft erin staan, maar het gaat er niet uit. Nu hoor ik vanavond dat er een tweede keer het erin voorkomt. En nu gaat hij weg, want toen hij stond te praten dacht ik... maar als jij zoveel weet van ras, dat het niet bestaat... hoe komt het dat jullie vanuit de wetenschap... daar geen duidelijke stem in de samenleving over gegeven hebben? Het bestaat niet. En het blijft doorgaan. Maar nu kom ik dan op een ander stuk waar ik een klein beetje verstand van heb... en dat is van mijn eigen vak. En daar hoop ik dan dat... Alana me bij helpt, dat is jouw gebied. In mijn gebied hebben we op dit moment bijvoorbeeld... Kunt u toelichten wat uw gebied is? Want misschien iedereen nu. Ik ben psychiater, dus ik ben geneeskundige. En een van de zaken die wij tegenwoordig kunnen, is als we iemand medicatie geven, kunnen we het DNA-profiel bepalen. En het heeft mij eigenlijk geholpen om mijn collega van overtuigen dat je niet zegt... als iemand negroïde is, dan zal dat medicijn wel of niet werken. Of als iemand Aziatisch is, dan zal dat en dat gebeuren. Want doordat ik het DNA-profiel kan maken, zie ik nu... dat bij iedereen waar ik het DNA-profiel bij doe, dat ik bijzonderheden tegenkom. En ik ga nu dus dwars door het rassenverhalen, die stereotyperingen heen. Maar dat helpt mij, doordat we dat hebben kunnen bepalen op DNA-niveau. Dus ik vind het op dat moment heel prettig. Maar één van de zaken die ik dus... hier hoor, is hoe kunnen we dan op een gegeven moment misbruik ervan maken? Want als meneer Heijnen, meneer Knijf zegt, anderen kunnen er gebruik van maken, dan krijg ik op dit moment een onrustig gevoel. Want wie kan dat doen en onder welke omstandigheden? Dat wil ik dan weten. Maar ik ben ook heel benieuwd, Alana, als ik het vak, als ik het medisch vak naar voren haal en ik net mijn verhaal vertel over hoe ik met DNA-profiel bezig ben, wat zou jouw antwoord daarop zijn. En misschien kun je dan ook een bruggetje maken naar wat je vanavond hebt gehoord. Maar dat weet ik niet of je dat wilt, maar in ieder geval mijn vraag. Ja. Ik kom naar je toe. Ja, nee, geen probleem. Ik denk dat als je kijkt naar DNA-profielen voor geneeskunde...
dan kunnen we, nou, afhankelijk van wat het doel is, bijvoorbeeld kijken wat is de werking van een specifieke stof en wat is het metabolisme van een medicatie. Een DNA-profiel is dan vrij geavanceerd. En om dat voor een patiënt te doen binnen psychiatrie is wellicht nodig. Maar in allerlei dagelijkse medische praktijken gaan we niet voor elke patiënt een DNA-profiel maken. En dan zie je dat RAS de functie heeft als een soort proxy of een soort, wat is het, een mooi woord daarvoor, als een soort middenweg om te zeggen, nou, we kunnen misschien iets specifiek zeggen over deze patiënt. Of over de manier, de profiel van deze patiënt, door te kijken naar RAS. Alleen het probleem daarmee is natuurlijk dat het ontzettend onnauwkeurig is. En dat het echt ervan afhangt waar je naar kijkt. Dus als je bijvoorbeeld RAS gebruikt om iets te zeggen over vitamine, of het concept RAS gebruikt om iets te zeggen over vitamine D en huidskleur, oké, dat kan. Maar dat is misschien wel een van de weinige dingen waar het een functie heeft. De meeste binnen de medische praktijken, de meeste instanties waar RAS wordt gebruikt, is het voor iets anders, bijvoorbeeld spiermassa. En dan is natuurlijk de vraag, waarom kijk je niet gewoon naar spiermassa? Waarom gebruik je dit concept RAS? Maar ja, daar heb ik geen antwoord voor. Maar meer dat het gewoon onderdeel is ook van de manier waarop geneeskunde in het onderwijs, de manier waarop ze daarmee omgaan in het onderwijs. Dus ja, ik zou zeggen inderdaad, als je een genetisch profiel hebt om te kijken wat is het profiel van mijn patiënt en wat zegt dat over de manier waarop een bepaalde medicatie wel of niet gebruikt kan worden, dat is erg nauwkeurig. Maar RAS wordt voornamelijk gebruikt als een stap tussen een individueel profiel en het idee dat je iets specifiekers kan zeggen over die patiënt. Maar zoals we al hebben gehoord, is de manier waarop iemand eruit ziet, daar kan eigenlijk een arts niks aan ontlenen over de biologie of de genetica. En dat is denk ik de grote fout. Het idee dat je kan zeggen, nou, deze patiënt is negroïde, dus die zal wel dit of dat biologische kenmerk of genetische kenmerk hebben, daar ligt denk ik de grote fout. Dankjewel. Meneer Helberg, ja, u wilt een vervolgvraag stellen? Ja. En dus, daar ligt een grote fout, hè? Negroïden kun je niet mee aan de slag. Dat doen we dus niet. En dat vind ik dus fijn, dat we het profiel hebben om juist dat te doorbreken. En als je dit nu vanavond hoort, zit er het gevaar in dat men dan toch in die 0,1% toch dan naar RAS toe gaat? Want de wetenschap heeft onvoldoende, de kennis die er al is, al zoveel jaar, onvoldoende bijgedragen om het idee over RAS gewoon, hoe heet dat, te kortwieken. Het bestaat nog steeds. Begrijp wat ik bedoel? Iets over ja, zeggen. Amaat. Nou, kijk, twee dingen. Wat met genetica is gebeurd, en ik denk in de psychiatrie nog veel meer natuurlijk, alle ja, neurologische processen en zo, is dat heel veel aandoeningen of heel veel fenomenen gebiologiseerd dreigen te raken. Dat we eigenlijk veel meer gaan kijken naar wat zich onder de huid zich afspeelt dan onder welke omstandigheden. In wat voor buurt groeit iemand op? Wat voor voedselintake? En what have you? Ondanks zeg maar, de epigenetische verandering, hè, dus de omgevingsfactoren die een impact kunnen hebben op onze biologie, is toch de focus heel erg op genen. Dat is één ding. Het andere, die 0,1%, dat is precies omdat zeg maar, die beloftes van wat was het de term daarvoor? Nou is het precision medicine, maar het was daarvoor personalized medicine. Het idee dat we eigenlijk voor elke individu een heel specifiek pakket aan medicatie en diagnostiek kunnen toepassen, daar kan natuurlijk geen farmaceutisch bedrijf rijk mee worden. Dus die clustering van je patiëntengroepen is heel erg belangrijk vanuit een economisch perspectief. En daarboven, we zijn als individu veel te ingewikkeld om te begrijpen. Dus die 0,1% is dus echt een heel, dat is de weg langs welke RAS als belofte, of als, zowel tool als belofte. We worden echt nu eindelijk goed geclusterd in onze biologische groep en dan worden we ook nog beter bediend. En tegelijkertijd is het ook de tool om, zeg maar, omdat we niet kunnen individualiseren.
En dat kunnen we niet in het forensisch DNA doen. Hè. We kunnen niet het individueel gezicht produceren. Daarom zijn het de grote clusteringen. En dat kunnen we ook niet in het medische. Vandaar dat we met ras opgescheept zitten. Reden te meer om het dus echt ter discussie te stellen. En daar tegen te protesteren. Wilt u wat vragen? Wacht even. Die grote paradox van ras bestaat niet en racisme is des te reëler. Dat we dat er steeds maar erin. Ik vroeg me af, komt dat woord nog in meer wetten voor? Of is het nu artikel 1 van de grondwet en deze wet? Het zit ook in verwantschapsonderzoek. Tenminste, daar is het in de voorbereiding naar voren gekomen. Ik zit eventjes naar Victor te kijken. Ben je het nog tegengekomen in andere wetsonderdelen? Nee, dat zijn de twee dingen die. Dat gaat dan niet meteen over ras, maar wat ik wel interessant vind is dat de onbekende verdachte nu een plaats heeft in het strafrecht. En de onbekende verdachte en de niet verdachte persoon. Dus de niet verdachte persoon is iemand die wel aan het beeld voldoet van wat met de technieken zeg maar aannemelijk wordt gemaakt. Dus iemand afkomstig uit Noordwest-Europa met blauwe ogen en vermoedelijk blond haar. En straks ook waarschijnlijk een lichte huidskleur. En iedereen die in dat profiel past, die is dan een niet verdachte persoon. Maar die is dus ook interessant voor het opsporingsonderzoek. En ja, ik vind gewoon niet verdachte personen horen niet in het strafrecht thuis. Dus dat is niet meteen ras, maar het resoneert er natuurlijk wel mee. Ik realiseer me dat het volgens mij in wetsartikel waarmee Wilders is veroordeeld. Dat was geloof ik ook in strafrecht, maar het was 37. Ja, dus daar zit het ook in. Ja. Nou ja, in de wetgeving komt het op een aantal plaatsen wel voor. In mijn beroep, als ik bepaalde gegevens wil opvragen van mensen, dan moet ik wel aangeven of het gaat om raciale of geloofsovertuiging. Ik ben ook opsporingsambtenaar. En je hebt bijvoorbeeld nog arresten, zoals zal Bas ook al weten, de Hollander Kleuringen-arrest, zo heet die ook. Heb ik daar een mooi boekje van. Het gaat over strafvordering en opsporing. Maar kort gezegd zegt het arrest dat destijds in de jaren 80 zag een politieman in de binnenstad van Amsterdam een kleuring wegrennen. En die ging erachteraan omdat hij vanuit zijn referentie en zijn ervaringen had met in die tijd kleurlingen en verdovende middelen. Die ging erachteraan en die kleuring bleek ook verdovende middelen bij zich te hebben. En het is tot aan de Hoge Raad is die zaak behandeld. En er is het arrest uit voortgekomen. Dus wel degelijk in wetgeving komt het op bepaalde plekken wel voor. Al dan niet met andere termen, maar het komt eigenlijk allemaal op hetzelfde neer. Gerbrich, ja? Maar goed, misschien is het nu voor jou, Bas. Maar de concepten over uiterlijke en raciale concepten zijn heel erg leidend in het denken en praten over bepaalde criminaliteitsfenomenen. Criminele Albanese, het controleren van Oost-Europeanen. Dat is vrij gangbaar. Bas. Het is wel echt leuk als jij ook nog daar wat aan toevoegt of wat over vertelt. Nee. Ja, omdat je ziet dat hele. Het zijn zulke vanzelfsprekende concepten en categoriseringen. Dat ze als vanzelf betekenis zijn gaan krijgen. Terwijl het, nou ja, basis van. Ja, Bas, voordat jij dan het woord neemt, dan laat ik hem verder in, inderdaad. De vraag die ik wilde stellen naast de vraag van meneer Helberg zat hem ook in. Welke rol en verantwoordelijkheid hebben wetenschappers met betrekking tot het gebruiken van dit soort concepten? Want inderdaad, vanuit mijn professie heb ik veel te maken met politie. Het is belangrijk om te zeggen vanuit mijn professie. Precies. En ik ben inderdaad zeer op de hoogte van de profielen waar de politie mee gebruik maakt. Zowel in de proactieve controles als ook in opsporingswerk. En dat maakt het best wel ingewikkeld, omdat het concept ras daar eigenlijk op verschillende manieren continu in terugkomt. Met enorme stereotyperende beelden en gepaarde stigma's. En ik maak me daar best wel zorgen over. Dus Bas, jij werkt bij de Nationale Politie, je bent even vandaag de vertegenwoordiger ook. Je hebt daar heel goed zicht op. Hoe kijk jij daarna?
Ja, ik kan niet ontkennen dat dat niet gebeurt. Het zijn net mensen, politiemensen. Dus ook daar zie je dat, dat er gelabeld wordt en dat er stigmatisering plaatsvindt. Zo, dan praat ik zo hard dat hier de fles springt. Dat, ik wist dat ik slecht kon zingen, maar dit, ik pas op hoor. Want, ik ben helemaal verslag. Ja. Nee, vandaag heb ik nog een pleidooi van iemand moeten aanhoren of mogen aanhoren die de 100% van was, ervan was overtuigd dat hij in staat was om Albanese te herkennen op straat. Ja, dat is interessant, want vandaag heb ik begrepen dat dat ras niet bestaat en dat dat heel erg ingewikkeld is. Dus ik kan hem morgen kan ik hem van repliek dienen. Ik weet alleen niet zo goed, wat is precies jouw vraag aan mij, Gerbrig? Nou, niet per se een vraag, maar wel een constatering dat door het normaliseren van het op basis van DNA-onderzoek praten over afkomst en ras, ja, versterkt de objectiviteit of de schijnobjectiviteit en de kwaliteit en de voorspellende waarde die dit soort dus niet bewezen categorieën hebben. En dat werkt denk ik door in ons aller denken en zeker ook in het denken van de politie. Ja, ik moet goed, dat is helemaal geen vraag. Dit is, nee. Dit is ik had wel een vraag. Maar ik zie dus echt wel vanuit wat Dion zei, die verantwoordelijkheid van wetenschappers, die gaat denk ik heel ver. Die zou veel verder moeten gaan. Maar dat is precies wat we het afgelopen jaar hebben gezien vanwege het explosieve karakter van het maatschappelijk debat over racisme, etnisch profileren, zie je eigenlijk dat wetenschappers zich enorm hebben teruggetrokken uit dat debat. Er is maar een enkele wetenschapper die je zou vinden om überhaupt mee te doen aan een publieksdiscussie over etnisch profileren. En dat is dus ontzettend jammer. En dan moeten we echt met z'n allen een stap naar voren zetten. En elke keer, hier zitten wel een heleboel wetenschappers en wetenschappers in spe, denk ik, in de zaal. Dat is ongelooflijk belangrijk, want staat er inderdaad de NGO's niet altijd even genuanceerd tegenover de politie in de persoon van Bassen ook nog eens. Dan komen we ook geen stap verder. We moeten met z'n allen hier gewoon veel meer en beter over nadenken. Dit is wederom geen vraag. Ik zou de vraag dan... Het is heel goed dat we hier met een klein groepje zitten. De volgende keer misschien een hele middag, een seminar. En dan ga ik de hele middag luisteren naar allemaal interessante observaties. Ja. Maar om het appeal wat je op de mensen hier doet, dan toch te vertalen in een vraag. Met mijn introductie daarin in gedachten. Hoe zorg je ervoor dat je als politie, gebruikmakend van de kennis van de wetenschap, op een zorgvuldige manier toepast in je organisatie, zonder dat het stigmatiserend werkt voor bepaalde groeperingen in de samenleving. En dan kan je zeggen, de politie zijn net mensen, dat weet ik. Maar op het moment dat je een uniform draagt, komt er ook daar een andere verantwoordelijkheid bij kijken. Dus misschien een concrete vraag, hoe zorg je ervoor dat enerzijds wetenschappers hun verantwoordelijkheid nemen in het zorgvuldiger communiceren van concepten waar eigenlijk vraagtekens bij staan. En anderzijds als politie, hoe je dat in de praktijk dan toepast zonder dat het stigmatiserend werkt richting groeperingen? Nou ja, zonder meer. Wij willen als politie wegblijven bij het voorkomen van etnisch profileren of de prevalentie van etnisch profileren. Dat doen we onder andere door heel zorgvuldig de definitie ook etnisch profileren toe te passen. En daar staat iets heel wezenlijks in. En dat is het laatste zinnetje. Dus staat gebruik maken van kenmerken, ras, religie, etniciteit, huidskleur, etc. Voor opsporing en rechtshandhaving zonder dat er voor een objectieve rechtvaardiging is. En belangrijk is voor politieagenten dat ze altijd die objectieve rechtvaardiging vinden. En het gebruik maken van dataprofielen, dat kan eigenlijk alleen op het moment dat er een strafbaar feit vooraf is gegaan. Dan zou je dus op het moment dat er een bankroof geweest en daar is een persoon met een donkere huidskleur weggerend, witte gimpies en je ziet vervolgens iemand lopen die aan dat profiel voldoet, dan heb je op dat moment die objectieve rechtvaardiging. Alleen op basis van vage statistische aannames dat bijvoorbeeld Marokkaanse jongeren oververtegenwoordigd zijn in de misdaadstatistiek, dat levert op zichzelf geen objectieve rechtvaardiging. En dat is wel wat wij onze collega's dus aanleren. Dankjewel. Wacht ervoor. Ik heb hier achterin ook een vraag, dan kom ik weer naar voren.
Ja, het is niet zozeer een vraag. Het ging eigenlijk een beetje in op wat jij zei. Er ligt de verantwoordelijkheid bij de wetenschap. Dus ik had eigenlijk een vraag. Ja, het is toch een vraag voor Gerbrig en voor Bas. Even op dit verhaal inhaken. Want wat ik een beetje mis in het hele verhaal is de burger. Etnisch profileren gaat heel erg over de wethandhaver. Maar met de komst van buurt WhatsApp-groepen... zijn het ook de burgers die zelf eigenlijk het profileren doen. Die zelf aanmerken wat verdacht is. Waar foto's circuleren van wederom de stereotypering. Ja, de beelden die we eigenlijk al ook binnen etnisch profileren bij de politie terugzien. Maar ook binnen de opsporing. Rechercheurs, dan heb ik het niet over DNA, werken natuurlijk met getuigen die heel vaak bepaalde categorieën gebruiken. En die categorieën worden vervolgens klakkeloos overgenomen op Burgernet. Of die worden vertaald naar bepaalde politiecategorieën. Want die werkt natuurlijk ook met categorieën die vaak door burgers werken. Dus het versterkt zichzelf. Dus is het niet zozeer ook een taak van politie, van de burger, maar ook van de wetenschap om eigenlijk eens te kijken van dat etnisch profileren, we richten ons heel erg nu op wat dat proactief, wat de agent doet op de straat. Maar laten we eigenlijk eens gaan kijken van, goh, waar begint het, waar eindigt het en kunnen we het breder gaan onderzoeken en aanpakken? Wat ik daarop kan zeggen, Rianne, is het volgende. Wij krijgen regelmatig meldingen van verdachte omstandigheden. Dan moet je denken aan vier jongens. Marokkaanse Amsterdammers bijvoorbeeld in een auto die zitten. En een buurtbewoner belt dan de politie. De meldkamer zet eigenlijk die melding integraal door aan de collega's op straat. En die komen ter plaatse. En het eerste wat ze doen is vragen naar een ID-bewijs. Wat je zou willen, hè, en dat is, daar zijn we nu overigens wel mee bezig, is dat de meldkamer, hè, die zo'n melding aanneemt, aanhoort, een verhaal aanhoort, dat die daar een soort van eerste filter op is. Ja, dat is een hele goede vraag. Je zou kunnen vragen, waar bestaat dan dat verdachte gevoel uit? Want een burger die meldt een bepaald onderbuikgevoel, hè, een beleving wat hij heeft, wat hij of zij heeft. Dus is het goed om daar, voordat je daar politiecapaciteit aan toewendt, dat je eerst even doorvraagt. Ik wil het wel aanvullen dat op basis van wat ik zie, dat het nog te weinig gebeurt. Maar dat is wel een punt van aandacht. Gerbrig, wil jij ook nog even? Ja, het is interessant wat je zegt. Want het is inderdaad een voorbeeld van hoe dingen worden genormaliseerd. Beelden over oververtegenwoordiging, dan wordt het vervolgens statistisch onderzoek. En dan jou, blijkt het ook uit statistisch... sociaal-wetenschappelijk onderzoek of criminologisch onderzoek, dat bepaalde groepen crimineler zijn. Dat slaat zich dan weer op de hoofden. En vervolgens lezen mensen over DNA-onderzoek en het gebruik van ras en genetische. En dat geeft een soort objectiviteit aan. En dat versterkt elkaar dus allemaal. Dat is dus superbelangrijk. En wat je ziet is dat die WhatsApp-groepen zijn spontaan ontstaan. Politie in sommige WhatsApp-regio's of buurten, daar zit de politie in een WhatsApp-groep. Of heb je een coördinator met bepaalde hele duidelijke instructies wat wel en niet mag. In sommige gemeenten of buurten wordt het ook helemaal losgelaten. En dat maakt nogal wat uit, want dan krijg je dus een situatie dat mensen dus gaan bellen omdat ze Polen in de straat zien. En dat vinden ze verdacht, maar dat zijn dan mensen die komen eventjes aan hun familie hun nieuwe huis laten zien. Want dat worden gewoon buren. Ja, dat is dus heel problematisch. Dus het is denk ik belangrijk als burgers dat burgers inderdaad door gemeente of politie, die dat vaak toejuichen, dat burgers zich zo organiseren via WhatsApp-groepen, dat ze hele duidelijke instructies meegeven over wat wel en niet kan, wat wel en niet mag, wat wel en niet relevant is. En ja, dat is inderdaad een gesprek voor ook burgers moeten kritisch naar zichzelf kijken. Dat gebeurt bij, er zijn nu 2 onderzoeken geweest waarin die WhatsApp-groepen en burgerwachten geëvalueerd zijn. Die zijn bijzonder kritisch over de effectiviteit. Wordt het er nou veiliger van? Nee, niet in objectieve zin wel wat betreft veiligheidsgevoel. Dat is natuurlijk een beetje de vraag, wiens veiligheidsgevoel? Ja, van die mensen in de WhatsApp-groep, maar dat is een heel specifieke groep binnen een buurt. Dus, we hebben hier ook nog een vraag. Ja. Ik sluit eigenlijk aan op de vraag over de burger. Want dat is wat bij mij constant eigenlijk een rol speelt. Het is ook al genoemd, hè? Bij de IVF heeft een politieke partij het opgepakt en is het een groot maatschappelijk debat geworden. De vraag is,
of waar we ons toe moeten richten. Want ik ben helemaal eens, het gaat te veel nu richting de politie. Want het is niet alleen de politie die het doet. Het gebeurt in alle lagen van de samenleving, vindt etnisch profileren. Komt het voor. Het enige, bij de politie heeft het te maken met wetgeving en je kan direct de consequenties voor mensen zien. Maar in de andere delen, we hebben het ook op de arbeidsmarkt meegemaakt, dat is ook een stukje etnisch profileren eigenlijk. Maar niemand doet daar wat mee. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken, hoe kunnen we de politieke partijen dusdanig warm krijgen dat ze net als er heel zwaar is gelobbyd voor zelfdoding. Of niet zelfdoding, voor euthanasie. Dat je dan ook voor dit onderwerp een echte maatschappelijke debat plaatsvindt, waar je ook naar de consequenties kijkt. Want één ding wil ik nog toevoegen. Het is gewoon de gevolgen van de ontwikkelingen van het hele internet-cybergebeuren. Het loopt gewoon ons voorbij. Het gaat zo hard en er wordt niet echt gekeken naar wat is de effectiviteit, wat zijn de gevolgen, willen we het niet, hoe kunnen we het beheersen. Er wordt daar eigenlijk te weinig aandacht aan besteed en op dit moment is het ook duidelijk gezegd in de politiek dat er te weinig aandacht door de politiek wordt besteed aan de gevolgen en de consequenties van dat hele cyberontwikkeling binnen de samenleving. En ik denk dat etnisch profileren heeft ook en het gebruik van genetische heeft ook daarmee te maken. Je kan het alleen zover krijgen als je een politieke partij zover krijgt dat het daadwerkelijk een heel grote maatschappelijke debat gaat plaatsvinden. En de vraag is van ja, hoe breng je dat in beweging door het eigenlijk weg te halen bij te veel van dat juridische. Want het is niet alleen de politie en juristen, maar het is gewoon een maatschappelijke kwaal eigenlijk. Dankjewel. Amade, misschien mag ik die vraag bij jou beleggen. Sorry Bas, ja? Nou, misschien een hele kleine aanvulling. Ik vind het heel mooi en goed wat u zegt. En kijk, als we heel specifiek naar de definitie kijken van etnisch profileren die de politie eind 2017 heeft overgenomen, dan staat daar nog iets in wat volgens mij nu heel erg ondergesneeuwd is, omdat de aandacht dus heel erg op de uitvoerende opsporingsambtenaar gericht is. Maar daar staat een stukje over op operationeel en beleidsniveau. Hè? Dus ook, we kijken bijvoorbeeld ook vanuit de politie veel te weinig naar de conditionerende invloeden die vanuit de politieorganisatie komen. Dus specifiek beleid, bepaalde instructies. En een andere beroepsgroep, ook opsporingsambtenaren weliswaar, die je bijna niet hoort in deze discussie, zijn de mensen van de marché bijvoorbeeld die bij de grens staan. Recentelijk, ik wil best wat over mezelf vertellen daarin. Ben ik zelf in aanraking gekomen met iets wat de Patriot Act heet. Ik heb Midden-Oostenpolitiek gestudeerd. Daarvoor heb ik bepaalde boeken gelezen die in salafistische kringen bekend zijn, maar ik heb ze voor een ander doel gelezen. En ik ben in Libanon geweest in het verleden, in wat landen in het Midden-Oosten. Ik merkte eigenlijk vrijwel onmiddellijk daarna dat het voor mij wat moeilijker was om in de Verenigde Staten te komen. En de vragen die ik kreeg op Schiphol waren al meteen gericht van wat heb je in Libanon gedaan zonder dat ze mijn paspoort hadden gezien. Ik voelde wel heel erg aan dat als ik niet was geboren in Nederland, maar misschien ergens in het Midden-Oosten, dat ik mijn vliegticket in de vuilnisbak had kunnen werpen. Dan was ik het land niet ingekomen. Om dat maar even aan te geven, dus heel goed wat u zegt. En ik zou daar wel voor pleiten om die discussie wel wat breder te trekken dan die het nu is. Ja, dankjewel. Ja, precies op het moment dat ik wilde gaan zeggen, we gaan komen tot de afronding. Komen er nog vragen, wat heel mooi is? Ik wil eigenlijk heel even terug de tijd in. Want tijdens de eerste presentatie werd er een overzicht gegeven van verschillende ontwikkelingen van het wat betreft recht, tenminste wetgeving en DNA. In 2005 werd er een wet aangenomen wat betreft veroordelingen. Dus mensen die eerder een delict hebben gepleegd, die wellicht uiteindelijk toch nog een DNA, zeg maar in de databank terechtkomen. Wat
ik heb eigenlijk twee vragen. Mijn eerste vraag, is er een, heeft u kennis wat betreft of er een onderzoek is gedaan naar het feit of daadwerkelijk bepaalde cases zijn opgelost aan de hand van die wet? Eigenlijk in het verlengde daarvan vroeg ik me af, als je kijkt naar het perspectief, naar het juridisch perspectief en als je het hebt over de rechten van de verdachte, zou je niet kunnen zeggen dat dit problematisch is omdat, omdat je niet hoeft mee te werken aan je veroordeling en hiermee, dan heb je wellicht iets gedaan in het verleden. Maar door een nieuw delict kom je in databank terecht. En dan komen ze eigenlijk je wel toch op het spoor. Dus wat ik me afvraag is wat, of een van jullie hebben alle drie hele verschillende beroepen. Jullie kijken hiernaar heel verschillend. Wat ik me afvraag of jullie het niet problematisch vinden en of, of jullie een beetje inzicht hebben in politiecijfers, als het ware. Je hebt helemaal gelijk. Dus je hebt met de DNA-wetgeving of met het gebruik van die technologie dwing je burgers om mee te werken aan hun eigen veroordeling. Daar ontstaat dus een soort inequality of arms, dus meer macht bij het Openbaar Ministerie dan bij de burgers en hun verdediging. En dat vonden wij inderdaad een probleem in Nederland. Ik bedoel, ik denk dat er in Nederland wel veel meer over na is gedacht. Er is een commissie ingericht toen de tijd, commissie Moons, die heeft dat wettelijk gewogen. En daarom was onze wetgeving heel erg restrictief. Dus het laboratorium van Peter de Knijf, dat is een contralab. Dat is niet het NFI. Het NFI doet eigenlijk automatisch werk voor het Openbaar Ministerie. Het lab van Peter is een contralab, is ingericht omdat elke verdachte het recht heeft voor een contra-expertiseonderzoek. Dus als je denkt van, hé, maar jullie hebben het DNA-onderzoek niet nauwkeurig genoeg gedaan, dan moeten zij genoeg DNA overhouden, zodat het contralab in Leiden een contra-expertiseonderzoek kan uitvoeren. Dus in die zin, dat onderzoek, daar hoef je niet, dat is niet ongelooflijk duur voor een verdachte. Dus het is vrij low profile. Dus op die manier hebben we dat ingericht. Dus een heel lab ingericht om de rechten van verdachten enigszins te waarborgen. En er waren nog meer eigenlijk waarborgen ingebouwd in de eerste wetgeving. Het is nu allemaal veel losser en veel makkelijker geworden. Omdat ja, weet je wel, tegenwoordig doen we niet zo moeilijk over ons DNA. We sturen het zo naar een commercieel bedrijf. Dus dan kan je het net zo goed aan de politie geven. En als je het niet geeft, dan heb je een bekertje koffie gedronken. Dan kunnen we het daaruit halen. Het maakt allemaal niet zoveel uit tegenwoordig. Daar doen we niet zo moeilijk over. Maar het is, juridisch gezien is het wel een behoorlijke wissel die er is geweest. En je zou kunnen zeggen dat de onschuldspresumptie van als burger ben je onschuldig totdat het tegendeel is bewezen, dat eigenlijk steeds meer onder druk staat. Dat je steeds meer als burger moet gaan bewijzen dat jij onschuldig bent. Nou ja, daar heb je natuurlijk veel minder middelen voor dan een overheidsapparaat wat tegenover je staat. Die andere vraag of dat dus door die wetgeving reeds veroordeelde zaken zijn opgelost. Ik moet je het antwoord schuldig blijven. En ik kijk hier naar Roos of Victor of jullie daar iets van weten. Was dat naar aanleiding van... Ja, Pitsen Moos. Echt waar? Ja, nee, die zaken zijn helemaal opgelost met mensen in de databank. Nee, heel veel. Nee, maar het ging dus over bij reeds veroordeelden. Dus later, omdat ze veroordeeld waren voor een strafbaar feit. Kijk, wat er vroeger gebeurde, de advocaat zegt dan van, geef maar toe, zeg dat jij het bent geweest, anders moet je een DNA-onderzoek doen, dan komt nog meer naar boven. Zo ging dat vaak, deeltjes tussen advocaat en verdachte. En dan wisten ze wel dat er meer aan de hand was. En op die manier kon je dus eigenlijk passeren. En dan ging je zitten voor die ene zaak, maar niet voor die andere. En daarom is die wetgeving gekomen. En waardoor dus, ja, andere zaken konden worden opgelost. Amat, mag ik een vraag erop doorstellen? We moeten afronden, maar en dan krijgt deze meneer het laatste woord. Je hebt het over onschuldpresumptie staat onder druk, hè? Maar staat het nu, en dat is zeker op individueel niveau een gegeven feit, maar staat het nu ook niet onder druk voor mensen die tot een, quote-quote, een bepaalde ras toebehoren, juist van de wijze waarop het nu ingezet wordt? Ik denk
dat het vermoeden juist is. Ik kan nu niet echt een concreet voorbeeld. Kijk, ik bedoel, bij de Marianne Vaatserzaak hadden we natuurlijk... Er waren een aantal ex-bewoners van het asielzoekerscentrum... waarbij het, de politie dacht waarschijnlijk zijn, hebben ze niks met de zaak te maken... maar door de maatschappelijke druk werden ze toch als trial by media, so to speak... omdat zij dus ex-bewoners waren van het asielzoekerscentrum... werden ze wel geïncludeerd. Dan moesten ze wel DNA-onderzoek doen. Ja. Ja, dus daar heb ik een concreet voorbeeld... waarbij ze als groep eigenlijk, of deel van die groep... veroordeeld werden eigenlijk, ja. Ja. Meneer, u heeft een vraag. Ik ben onschuldig. Ja, precies. Een vraag, meer een opmerking. De meneer die net weg is gelopen, die beschreef heel mooi het DNA-onderzoek. Meneer Beung beschrijft ook zijn aanhouding, zijn... botsing met de wet. Als het DNA eenmaal van iemand is genomen en een stukje mag niet gebruikt worden, de meneer heeft niet gezegd dat het vernietigd wordt, het mag niet gebruikt worden. Dus net als een voetbalplaatje, klap je het om totdat het wetmatig is toegestaan. Meneer Beung is onschuldig, maar ik weet zeker dat zijn data niet is weggegooid en het zou van naïviteit getuigen als de regering verdachten heeft, al of niet dan verdacht. Je hebt die dataset. En opeens gooi je een stuk dataset weg. Dus wat er gebeurt, de data wordt weggegooid. Ik geloof er niet in. Ergens is alle data bij elkaar. En wanneer het zo kan, dan wordt de dataset gebruikt. En als eenmaal het medisch dossier ook van meneer Halberg helemaal openbaar is... dan zullen er ook andere mogendheden zijn die ook daar de data plukken. Dus de data is altijd beschikbaar, al of niet... zichtelijk nu, maar het komt eraan en dan is iedereen gewoon open. Zodra je DNA afgeeft, heeft de hele wereld het. En het is, we gaan het beschermen en we kunnen het tegenhouden. Het duiveltje is al uit het doosje en het is een glijdende schaal. Ik denk dat uw zorgen terecht zijn voor heel veel dingen. Sommige dingen zijn wel geregeld, toevallig. Ja, in Nederland, precies, precies. In het buitenland houdt zich niet aan de Nederlandse regels. Ja. Op macroniveau komt de CIA gewoon... En die pakt die hele dataset van geheime gegevens die hier in Nederland niet mogen. Ze proberen bilaterale deeltjes te maken met Europa. Daar hebben we ook als Europa wetgeving over. Maar je ziet dat inderdaad de Verenigde Staten probeert in te breken in onze DNA-databanken. Bijvoorbeeld met Portugal zijn er deals geweest, met Zweden zijn er deals geweest, met Nederland niet. Om onze DNA-databanken binnen te komen. Maar andersom... Of ze breken in op Ancestry DNA of... Dat wilde ik net zeggen, u neemt me de woorden uit de mond. Maar dat zijn natuurlijk burgers die gewoon hebben besloten om zelf hun DNA te laten. Ik heb nu net iemand die een stuk of 7 testen heeft laten uitvoeren. En of ik daar eventjes naar wil kijken. Dan denk ik, dan heb je toch wel best wel risico's genomen voor jezelf en voor je familieleden. Volgens mij hebben we nog voldoende stof om nog een hele reeks te vervullen. En wellicht komen we tot een tweedaagse. We moeten helaas afronden. Ik wil jullie graag vragen om een applaus te geven aan Bas Beuwing, aan Maarten Scherk en Gerbrig Klos. Dank u wel. Ja. Ik vond het een mega interessante avond. Ik heb echt nog steeds 100 vragen, maar ik kan me voorstellen dat jullie dat ook nog hebben. Er worden nog meer programma's ontwikkeld hier in Pakhuis de Zwijger met betrekking tot het onderwerp. Noteer vooral dinsdag 9 april Ras in de Wetenschap. Die komt volgens mij ook voorbij. Staat die er al? Dinsdag 9 april. Ja. Alle programma's in de Pakhuis de Zwijger die zijn gratis toegankelijk. Maar vanuit Pakhuis wordt er wel gevraagd van... Indien het mogelijk is voor jou of voor u, pay as you like. Er is een QR-code waar je dan een support kan verlenen. Mijn naam is Dion, ik ben dus van Easy Solutions Control All Delete. Ik wil jullie hartelijk danken voor dit prachtige programma en jullie aanwezigheid. Ook applaus voor jullie zelf en ik wens jullie allemaal een hele fijne avond.